Dank u wel. Ja, de collega's, bedankt van het reces onderbroken te hebben om deze belangrijke stukken hier te bespreken. Zoals u weet gaat het over een aantal dringende maatregelen. De Kamer is gisteren bijgekomen, dit is geëvoceerd en wij hebben beslist van dat direct hier te bespreken. C'est avec l'accord de tous les groupes que nous avons pu nous réunir immédiatement après le vote en chambre et je vous en remercie. Comme ça, nous aurons le débat aujourd'hui et le vote aujourd'hui, ce qui nous permettra d'aller vite, ce qui est peut-être nécessaire en la matière. We zullen overgaan tot de algemene bespreking van de twee ontwerpen die voorliggen. Gezamenlijk, en dan kunnen we eventueel als daar de wens toe wordt uitgedrukt, apart over elk daarvan spreken. Het gaat om het wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2009-44 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98-26 EEG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen. En richtlijn 2002-47 EEG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft. Verder, puis il s'agit aussi du projet de loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'État belge dans la société anonyme European Financial Stability Facility et à l'octroi de la garantie de l'État aux instruments financiers émis par cette société. Est-ce que je puis demander au gouvernement de nous faire un exposé introductif? Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, peut-être quelques mots alors sur les deux textes qui, comme vous l'aurez remarqué, concernent des matières totalement différentes. Parce que depuis quelques jours, on parle de voter un plan d'aide à la Grèce. Il y a une transposition de directive qui n'a rien à voir avec cela. Et il y a un renforcement de la facilité européenne de stabilité financière qui est bien plus large que le seul cas grec. Mais peu importe, ce sont les deux textes qui vous sont soumis. Pour ce qui concerne la transposition de directive, j'aurais simplement en donner quelques éléments de contenu. Tussenwerp, Eftopdoul, Reklein, Tweden en Eeg, Veren, Vertig, Eeg, van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Reklein 98-26 Eeg betreffende het definitief karakter van de afwikkeling van betalingen en effecten, transacties in betalings- en afwikkelingssysteem en richtlijn 2002-47 EEG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvordering betreft om te zetten in Belgisch recht. La directive vise à améliorer la directive concernant le caractère définitif du règlement ainsi que concernant les contrats de garantie financière de manière à intégrer les changements survenus sur les marchés depuis l'époque de leur mise en œuvre. La directive finalité et la directive garantie financière, si je peux résumer leur titre, ont été transposées en droit belge respectivement par la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98-26-CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre et par la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières. De richtlijn heeft tot doel de instrumenten ter beheersing van instabiliteit en de turbulenties op de financiële markten te versterken. In wezen komen de in de finaliteitsrichtlijn aangebrachte wijzigingen erop neer dat de bescherming die deze laatste biedt wordt uitgebreid tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen, terwijl de wijzigingen in de richtlijn financiële zekerheid beogen kredietvordering op te nemen in de groep van activa waarvoor financiële zekerheidsovereenkomst kunnen worden gesloten.
Le projet de loi reproduit fidèlement les dispositions de la directive 2009/44/CE et insère pour la première fois dans la loi du 28 avril 1999 une série de définitions des notions auxquelles elle a trait. Les modifications apportées par les directives 2009/44/CE à la directive collatérale visent, quant à elles, à intégrer les créances privées au rang des actifs pouvant former l'assiette des contrats de garantie financière. En effet, jusqu'à présent, la directive collatérale ainsi que la loi belge de transposition ne concernaient que les contrats de garantie financière appelés sûreté financière en droit belge, c'est-à-dire les contrats de gage, de transfert de propriété à titre de garantie ou encore les conventions de cession, rétrocession ou repo, portant sur des instruments financiers, sur des espèces, monnaie inscrite en compte, dite monnaie scripturale. Désormais, les bénéficiaires de sûreté financière pourront également invoquer les dispositions protectrices de la directive collatérale lorsque l'assiette de la sûreté est constituée de créances privées, désignées sous l'expression « créances bancaires » dans le projet de loi, et ce pour des motifs de clarté. Le projet de loi de transposition définit les créances bancaires comme des créances pécuniaires découlant d'un accord au titre duquel un établissement de crédit, une entreprise de crédit hypothécaire ou une entreprise de crédit à la consommation consent un prêt ou un crédit. L'application des règles protectrices de la directive collatérale aux créances bancaires est justifiée par le souci de faciliter leur mobilisation à titre de garantie. La constitution de garantie sur créances bancaires était d'ailleurs déjà admise au sein de l'Eurosystème, moyennant le respect de certaines conditions dans le cadre de ces opérations de crédit. Le législateur européen estime en outre que l'extension du champ d'application de la directive collatérale aux créances bancaires sera profitable aux consommateurs et aux débiteurs, leur mobilisation étant susceptible d'induire un renforcement de la concurrence et une amélioration de l'offre de crédit. Les délais de transposition étaient d'abord venus à échéance le 30 décembre 2010, avec un délai ultime jusqu'à la fin du mois de juin dernier. C'est donc la raison pour laquelle nous demandons avec insistance et en remerciant le Sénat comme la Chambre de traiter ces projets en urgence, d'avancer aujourd'hui sur ces textes. Ils ont en outre été légèrement amendés à la Chambre par des compléments de transposition qui ont été adoptés sur proposition des groupes de la majorité. Voilà pour le premier projet, Monsieur le Président. Un deux voix de tuer de Antwerp betreft, ook een commentaar. Wij gaan naar een correct uitvoering in feite van de beslissing van de Europese Raad. Eerst van maart 2011 en dan een eurotop, dus een top van de eurozone, op 21 juli 2011. Dus het was een zeer speciale dag om zo'n top in België te organiseren, maar het was het geval. En dus nu gaan wij naar een uitvoering daarvan met zo'n ontwerp. Enerzijds, maar anderzijds ook met een akkoord van de privésector voor wat een deelname aan de privésector in een hulpplan voor Griekenland. En ik herhaal dat op 16 augustus heb ik een contact gehad met alle banken en verzekeringmaatschappij om tot een akkoord te gaan. Het was het geval, dus zal met een deelname van de privésector voor in België 4,5 miljard euro in zo'n hulpplan voor Griekenland. Voor wat het ontwerp zelf, er zijn dus twee verschillende elementen. Eerst het oorspronkelijke ontwerp, een uitvoering van de beslissing van maart 2011. Daarna, met amendement in de Kamer, een uitvoering van de beslissing van 21 juli. Waarom? Het ontwerp was goedgekeurd in de ministerraad op 20 juli, dus het was onmogelijk één dag voor de Eurotop om alle nieuwe beslissingen in zo'n ontwerp te beschrijven. En dus hebben we nu een tekst met de twee elementen. Pour ce qui concerne la première partie qui avait été déjà reprise dans un texte adopté par le Conseil des ministres le 20 juillet dernier, c'est une révision en fait de la loi du 2 novembre 2010 qui est en cause relative à la participation de l'État belge dans la société anonyme European Financial Stability Facility et à l'octroi de la garantie de l'État aux instruments financiers émis par cette société. Les modifications vont porter sur quelques points. Premièrement, la possibilité d'intervention de l'IFSF à titre exceptionnel sur le marché primaire de l'État membre en difficulté via l'achat de titres
Or, le texte actuel de la loi ne prévoit de soutien financier que sous la forme de prêts ou de lignes de crédit. Twee, een verhoging van de maximum bijdrage van de staat in de waarborgen door het uitbreiden van twee nieuwe waarborgverstrekkers naast Griekenland, zijn Ierland en Portugal, werd de bijdraagsleutel voor België verhoogd van 3,4754% tot 3,7234%. Dus wij gaan naar een verhoging met zo'n nieuwe verdeling op een kleinere groep van Europese landen. Verhoging van het overwaarborgpercentage van 120% tot 165% om een effectief kredietcapaciteit van de NVFSF ten bedrag van 440 miljard euro te waarborgen. Vastlegging van nieuwe waarborgmaxima. Het waarborgmaximum stijgt van 15.292.180.000 euro als hoofdsom en interest tot 27.031.990.000 euro als hoofdsom, rekening houden met de overwaarborg van 165% uit de uittreding van Ierland en Portugal naast Griekenland als waarborgverstrekkers. De waarborg zal aldus betrekking hebben op een notioneel bedrag als hoofdsom, waarbij de interest wel gedekt zal zijn zonder bij het waarborgmaximum te zijn opgenomen. Wordt evenwel ook rekening gehouden met de interest, dan komt men uit op een waarborgmaximum van 34,5 miljard euro volgens extrapolaties op basis van de forward interest voet op 1 jaar. In het wetsontwerp gaat het om de laatste waarborgmaximum. 3. Een overdracht van de recht en plichten van de NV-IFSF naar het ESM, Europees Stabiliteitsmechanisme in het Nederlands, vanaf 1 juli 2013. Comme je le disais, Monsieur le Président, en outre sont venus s'ajouter des amendements à la Chambre pour exécuter les décisions du 21 juillet. Ces décisions vont permettre dès lors de transposer aussi les derniers aménagements décidés au niveau européen. L'IFSF disposera de nouveaux moyens d'action. Il pourra dorénavant intervenir sur la base d'un programme établi avec un État membre de la zone euro à titre de précaution, donc de manière préventive, par le biais de prêts accordés aux États membres de la zone euro, y compris aux États membres ne bénéficiant pas d'un programme, afin de financer la recapitalisation des établissements financiers de cet État membre. Donc même sans un programme direct pour l'État, la recapitalisation sera possible à travers l'IFSF pour un certain nombre d'établissements financiers si nécessaire. Il pourra aussi intervenir sur les marchés secondaires sur base d'une analyse de la Banque Centrale Européenne constatant l'existence d'une situation exceptionnelle sur les marchés financiers et d'une décision commune des États membres qui participent au mécanisme européen de stabilité. Enfin, il pourra aussi intervenir en fournissant des garanties pour compte de l'État membre de la zone euro en difficulté. Toutes ces dispositions permettent dès lors d'augmenter la capacité réelle d'action de l'IFSF et d'assouplir ses modalités d'intervention. Nous serons, avec un vote aujourd'hui au Sénat, le deuxième État à exécuter complètement ce dispositif. Je voudrais simplement préciser en conclusion que j'espère que l'ensemble des États participants termineront ce processus dans le courant du mois de septembre. En tout cas, nous aurons un ECOFIN dans les prochains jours en Pologne. Ça permettra à la Belgique de confirmer qu'elle est en ordre, à la fois dans l'exécution des décisions prises pour ce qui concerne notre Parlement, mais aussi dans la participation du secteur privé. Au-delà, bien entendu, je reste convaincu que ces mesures à terme ne suffiront pas et que nous aurons à prendre des mesures d'intégration plus fortes au niveau européen, d'une part par un renforcement de l'intégration budgétaire et une vraie capacité d'action de l'Union ou de la zone euro lorsqu'un État ne respecte pas les engagements qu'il a pris dans son programme de stabilité, mais avec dès lors aussi de nouveaux moyens d'action. On peut par exemple penser au-delà de cette facilité de ce mécanisme à la mise en place un jour de véritables euro-obligations qui constituent probablement un des éléments de solution à condition que l'on progresse sur les deux aspects. On peut se demander s'il faut commencer par l'œuf ou la poule. Ce qui est sûr, c'est
qu'en bout de course, il faudra les deux. Nous aurons besoin à la fois d'une intégration budgétaire renforcée et de nouveaux moyens d'action, comme par exemple les euro-obligations. Mais je vais à nouveau, en terminant, Monsieur le Président, vous remercier et remercier les membres de l'Assemblée d'avoir accepté de reprendre les travaux avec quelques semaines d'anticipation pour nous permettre d'exécuter correctement les décisions prises au niveau européen. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous avons déjà des orateurs inscrits tant pour ce qui est du projet de loi transposant les directives européennes que pour le projet de loi European Financial Stability Facility. Nous avons déjà sur le premier inscrit Madame Maas et Monsieur Lawesch. En we hebben al ingeschreven voor het tweede. Mevrouw Van der Meers, de heer De Bruin, de heer Belo, mevrouw Mats, de heer Daams en de heer Lawesch. Vous pouvez vous inscrire et en nous faisant signe, mais je donne la parole alors als eerste aan mevrouw Maas en dan aan de heer Lawesch. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's, ik ga me hier beperken tot de essentie van onze visie op het onderdeel financiële zekerheid. Zoals de tekst nu voorligt, worden natuurlijke personen die geen handelaren zijn, zeg maar de gewone consument, uitgesloten van de conventionele schuldvergelijking via nettingovereenkomsten en ermee gepaardgaande technieken na samenloop. Zij vallen dus terug op het gemeenrecht. Men doet uitschijnen dat dit in het belang is van de gewone man. In plaats van in een uitzondering te voorzien, bestaat ons inziens een betere oplossing erin om op de algemene wijze de zekerheidsfunctie van de wettelijke schuldvergelijking te versterken, zoals dit trouwens het geval is in het Nederlands recht. En ik zet onze argumenten hiervoor even op een rijtje en ik heb er in totaal 7. Eerst een argument is, ook gewone mensen hebben belang bij schuldvergelijking na samenloop. Tijdens de financiële crisis van 2009 kwam bij de mensen die spaarcenten hadden bij een bank geregeld de schrik naar boven dat ze die zouden kwijtspelen, maar dat ze wel hun lening bij diezelfde bank zouden moeten blijven aflossen. Deze gewone mensen verwachten terecht dat als de bank in gebreken zou blijven, zij het bedrag van de lening dat zij nog moeten terugbetalen aan de bank zouden mogen compenseren met de spaargelden die ze nog te goed hebben van diezelfde bank. Beide schuldvorderingen strekken als het ware tot zekerheid van elkaar. Tweede argument is, een hogere rente leidt ook tot een lagere economische groei. Het wetsontwerp ontneemt nu de financiële instellingen de mogelijkheid om contractueel een lening en de spaartegoeden aan elkaar te koppelen, zonder dat daarbij een verband bestaat dat beantwoordt aan de economische realiteit van de verhouding tussen de partijen. Is dat in het voordeel van de gewone man? Wel, wellicht niet. Hoe minder zekerheden een bank verkrijgt, hoe meer risico zij loopt bij wanbetaling het ontleende bedrag niet recupereren. Een hoger risico resulteert normaal gezien in een hogere rentevoet, in zoverre de lening al niet wordt geweigerd. Hogere rentevoeten remmen dan weer de economische activiteit. Het was juist een van de doelstellingen van de wet financiële zekerheden om de economische groei te stimuleren. Dus de uitsluiting van natuurlijke personen van schuldvergelijking via nettingovereenkomsten naar samenloop gaat daar tegenin. Derde argument, bevorderen van de financiële stabiliteit. De wet financiële zekerheid beoogt ook de financiële stabiliteit te bevorderen. Wanneer we nu de toepassing van nettingovereenkomsten na samenloop in hoofden van natuurlijke personen uitsluiten, ontneemt men een zekerheid bij de banken. Is dat nu een verbetering voor de financiële stabiliteit? Volgens ons niet, want financiële stabiliteit is er enkel wanneer iedereen zijn schulden netjes terugbetaalt. Het is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser en de schuldenaar om het risico op wanbetaling te beperken. Het stellen van zekerheden is daar één van. In die zin beantwoordt de keuze die hier gemaakt wordt om de uitwerking van de nettingovereenkomsten na samenloop te verhinderen in hoofden van natuurlijke personen niet aan het tweede doel van de wet financiële zekerheden. Ten vierde, de wetgeving is nu gebouwd uitzondering op uitzondering. En ook dat vinden wij geen goede manier van werken. Door de uitwerking van de nettingovereenkomsten na samenloop in hoofden van natuurlijke personen die geen koopman zijn uit te sluiten, krijgen we een bric-à-brac wetgeving die gebouwd is op uitzondering
op uitzondering. Nettingovereenkomsten vonden een uitzondering op de algemene regel dat na samenloop geen schuldenverlegging kan plaatsvinden. Hierop wordt nu opnieuw een uitzondering gemaakt voor natuurlijke personen die geen koopman zijn. Ten vijfde, banken bedingen standaard conventionele schuldvergelijking in hun voordeel, nooit in het voordeel van de cliënt. De reden waarom wij eerder pleiten voor een veralgemening van de schuldvergelijking na samenloop is dat de mogelijkheid tot compensatie door alle grootbanken steeds eenzijdig in het voordeel van de bank wordt bedongen. De mogelijkheid tot compensatie geldt niet wanneer een bank in gebreken zou blijven. De mensen hebben dus inderdaad terecht schrik dat ze hun lening mogen blijven aflossen en hun spaargelden kwijt kunnen spelen. Ten zesde, depositobescherming toegepast na wettelijke of conventionele schuldvergelijking. De depositobescherming tot 100.000 euro per persoon wordt toegepast na wettelijke of conventionele vergelijking. Voor de vaststelling van het bedrag van de schuldvorderingen die in aanmerking komen voor een terugbetaling in het kader van de depositobescherming, worden alle schuldvorderingen van eenzelfde cliënt op dezelfde kredietinstelling opgeteld na wettelijke of conventionele vergelijking van de schulden van de cliënt. Het is dus helemaal niet logisch dat nettingovereenkomsten na samenloop in hoofden van natuurlijke personen geen uitwerking mogen hebben wanneer de bijzondere beschermingsfonds pas tussenkomt na conventionele schuldvergelijking. U ziet, collega's, dat niet alleen de cliënten, de banken, maar ook de Belgische staat er belang bij heeft dat bij samenloop schuldvergelijking kan plaatsvinden. Op die manier wordt de zekerheidsfunctie van de schuldvergelijking versterkt. Wij inspireren ons hierbij op het Nederlands recht, waarbij als algemene regel geldt dat de wettelijke schuldvergelijking plaatsvindt indien wederzijdse schulden en schuldvorderingen zijn ontstaan voor de faillietverklaring, het beslag of meer algemeen een toestand van samenloop. Ten slotte is er ook discriminatie van binnenlandse schuldeisers ten aanzien van de buitenlandse schuldeisers. Wij verwijzen hierbij naar de Europese insolventieverordening. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Britse recht bestaat er de regel een wettelijke verruiming van de mogelijkheid tot schuldvergelijking na samenloop. In Belgisch recht bestaat er, zoals in Frankrijk, een principieel verbod. Dus de Europese insolventieverordening bepaalt dat bij een insolventieprocedure in België, inbegrepen een collectieve schuldregeling, een schuldvergelijking ook na samenloop kan worden ingeroepen door Nederlandse, Duitse en Britse schuldeisers. De Belgische schuldeisers kunnen dit niet. Dus dit wetsvoorstel zorgt voor een nieuwe discriminatie van binnenlandse schuldeisers. Ik besluit dat vanuit een meer algemene kijk op de economische zekerheidsfunctie van de schuldvergelijking naar Nederlands voorbeeld, had het beter geweest voor de schuldvergelijking na samenloop als regel te stellen, waardoor ten eerste de consument wellicht goedkoper zou kunnen lenen, daardoor een economische groei zou worden gestimuleerd, de financiële stabiliteit zou worden bevorderd, de consument beter beschermd zou zijn tegen de standaardbedingingen waarbij de banken conventioneel de schuldvergelijking alleen in hun voordeel bedingen. Het risico dat de staat op zich neemt door deposito's voor de gewone spaarder te beschermen zou worden verminderd. En tenslotte, binnenlandse schuldeisers zouden op gelijke voet geplaatst zijn ten aanzien van Nederlandse, Duitse en Britse. Om deze reden onthoudt de N-VA-fractie zich dan ook en zullen wij als dus stemmen. Dank u wel. Dank u wel. Monsieur Lawaïs à la parole. Monsieur le Président, chers collègues, l'heure est grave et je ne voudrais pas être grandiloquent, mais je crois que chacun voit bien que l'urgence commande que nous puissions agir rapidement en envoyant un signal qui soit clair, un signal et un message de solidarité et de responsabilité à l'endroit de la Grèce, mais aussi un message clair aux marchés financiers qui nous dictent quotidiennement leurs lois. Alors je me réjouis bien entendu d'entendre le ministre des Finances considérer qu'il faudra aller au-delà et nous le rejoignons. Nous le rejoignons pour rappeler nos priorités. Nous l'avons dit à cette tribune, une taxe sur les transactions financières. Le Sénat s'est prononcé favorablement. C'est un élément de frein à la spéculation frénétique qui trop souvent caractérise les marchés financiers. Le recours aux euro-obligations
qui est une autre façon de faire face au marché, au fond, en solidarisant en amont les États souhaitant se financer. La lutte contre la concurrence fiscale et les paradis fiscaux, nous payons aujourd'hui un surcroît d'endettement public en raison des politiques de dévaluation fiscale d'un certain nombre d'États, qu'ils agissent sans concertation. Une politique économique qui mise sur la créativité, l'emploi, le développement durable, plutôt que sur l'austérité et la précarisation des travailleurs. Un gendarme européen des marchés financiers au-delà des premières initiatives qui s'inscrivent davantage dans une coordination plutôt que dans une autonomie de fonctionnement. Enfin, je souhaiterais profiter de l'occasion, et le sujet est tout à fait à l'ordre du jour, on entend trop souvent des analystes être obsédés par les ratios de fonds propres. Rappelons-nous qu'en 2008, le problème fut d'abord un problème de liquidité des établissements bancaires. Nous ne devrions pas l'oublier, et ce problème de ratio de liquidité venait trop souvent de ce que les banques opéraient de la spéculation pour compte propre plutôt que de rester dans leur métier de base. Et c'est sans doute l'occasion ici de rappeler qu'il nous faut avancer au niveau européen sur la nécessité de bien séparer les métiers bancaires, celui d'affaires de celui de dépôt. Et enfin, et ce sera ma conclusion, on ne peut passer sous silence l'attitude irresponsable de certains États dans la gestion du dossier grec, empreinte d'une forme de moralisme au mieux, de cynisme au pire, consistant à dire que si un pays est en difficulté, c'est au fond de sa faute et qu'il ne faut pas l'aider. On se rend compte aujourd'hui que cette façon de faire est une façon de faire à courte vue dont nous payons tous les conséquences. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il encore d'autres intervenants tout spécifiquement sur le projet 12-18? Si tel n'est pas le cas, nous passons aux orateurs inscrits pour het wetsontwerp betreffende European Financial Stability Facility. Dan nodig ik hier collega De Bruin uit om het woord te voeren. Geachte voorzitter, minister, collega's, laat ons in het begin duidelijk zijn. Wij zullen dit wetsontwerp straks goedkeuren. Niet uit gemakzucht en evenmin omdat we blind zijn of blind vertrouwen hebben in de Europese spelregels. Wel omdat het niet uitbreiden van de European Financial Stability Facility, EFSF, en dus later ook van het European Stability Mechanism, onverantwoord zou zijn. De crisis in Europa is geen hersenspinsel van doemdenkers, maar een realiteit en een harde realiteit. Het uitbreiden van de verantwoordelijkheid en de slagkracht van het EFSF is dan ook een noodzakelijke stap, maar mag ons niet uit het oog laten verliezen dat deze beslissing op zich niet bij machte zal zijn om de crisis te bedwingen. De beslissing van 21 juli en de uitvoering daarvan is hooguit een reddingsboei. Noodzakelijk om met de kop boven water te blijven, maar onvoldoende om lange tijd in extreem woelig water te overleven. En zeker als meerdere drenkelingen zich eraan willen vastklampen. Dat mag dus niet de bedoeling zijn. Het is dan ook de plicht en de verantwoordelijkheid van alle lidstaten om in eerste instantie een strikt en een stringent begrotingsbeleid te voeren. Dat dit geen eenvoudige klus is, is een understatement. U weet dat. Het nauwgezet opvolgen van de Europese aanbevelingen moet dan ook voor alle lidstaten zonder uitzondering de norm worden. En wat ons betreft kan een doeltreffend sanctioneringssysteem daar als stok achter de deur mee voor zorgen. We zien het dan ook als een gemiste kans dat deze uitbreiding van het EFSF niet meteen voorziet in een responsabiliseringsmechanisme voor de landen van de eurozone. Als het strikt naleven van de Europese aanbevelingen voor alle lidstaten een dwingende opgave is, dan geldt dit zeker voor België. Het verontrust ons dan ook in grote mate dat dit besef van hoogdringendheid alvast nog niet tot alle thans onderhandelende partijen is doorgedrongen. Het bereiken van een begrotingsevenwicht tegen 2015 is zonder meer noodzakelijk.
Daarvoor zoeken naar nieuwe belastingen strookt niet met de Europese aanbevelingen. En zelfs CD&V-collega Hendrik Bogaert wil er niet van horen, alvast niet voor de begroting van 2012. Het benieuwt me te horen wat de andere onderhandelaars van die stoere verklaring vinden. Collega's, ik wil even wijzen op een andere zwakte van Europa. Elke crisismanager weet dat eenduidig, duidelijk en overtuigend communiceren essentieel is om te voorkomen dat een crisis escaleert tot een onbedwingbare en oncontroleerbare catastrofe. Helaas hebben we moeten vaststellen dat Europa zich van deze regels weinig of niets heeft aangetrokken. De communicatie na de beslissingen van 21 juli was niet duidelijk, was niet overtuigend en was vooral niet eenduidig. De impliciete erkenning dat het voortbestaan van de euro werd besproken, de half afgewerkte voorstellen en ideeën die her en der werden gelanceerd, het spierballige rol van Duitsland, allemaal voorbeelden van hoe het niet moet. Niet enkel de individuele budgettaire prestaties van de lidstaten dienen nauwgezet gecontroleerd te worden. Het lijkt ook dat er afdwingbare afspraken in verband met de communicatie moeten worden gemaakt. Tot slot wil ik ook even stilstaan bij het kenmerkende voluntarisme waarmee België met de uitbreiding van de slagkracht van het EFSF heeft ingestemd. Als wij straks dit wetsontwerp goedkeuren, zullen wij ons via waarborgen en interventies voor meer dan 34 miljard euro engageren ten opzichte van het Europese steunfonds. De minister heeft dat straks uitgelegd. We moeten ons goed realiseren dat dit 10% van ons BPP bedraagt. Dat is een meer dan aanzienlijk bedrag. Andere landen vroegen waarborgen van ontvangende landen, wij deden dit niet. En uiteraard verdwijnt die 34 miljard euro vandaag niet effectief uit de schatkist. Maar wat als we morgen of overmorgen in een scenario komen waarbij, bijvoorbeeld na een begeleid faillissement, een deel van deze waarborgen wel opeisbaar wordt? Collega's, elk schip heeft nood aan een kapitein die de koers uitzet en aan een stuurman die het roer stevig in handen houdt. De eurozone loopt het risico een zwalpend schip te worden. Het is ook onze taak om te zorgen voor een kapitein en een stuurman die weten waarheen gevaren moet worden. Wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen en de voorgestelde maatregelen goedkeuren. We koppelen dit echter aan een driedubbele oproep. 1. België moet, onder meer samen met de Nederlandse premier Rutte, mee aan de kar trekken om te zorgen voor een sanctioneringsmechanisme wat betreft de implementatie van de Europese aanbevelingen en het behalen van de Europese stabiliteitsvoorwaarden. 2. Wat het eigen engagement betreft, is er nood aan een financiële stresstest van de Belgische financiën met inbegrip van de waarborgen die we zullen aangaan. 3. De financiële problemen van Europa zullen morgen niet zijn opgelost. De financiële bevoegdhedenstructuur heeft haar definitieve vorm nog niet bereikt. Als we als parlement een rol willen spelen in het debat hierover, dan is er nood aan een parlementaire denktank om hierover te discussiëren en inzichten uit te wisselen. Als een van de grondleggers van de EGKS en bij uitbreiding van de Unie moeten we daarin een voortrekkersrol durven spelen. Collega's, met deze oproep in ons achterhoofd zal mijn fractie straks het ingediende voorstel goedkeuren. Dank u. Dank u wel. La parole est à monsieur Loewes. Oui, monsieur le président, à l'instar du ministre, j'avais répondu au fond pour les deux points. Je vous remercie. Merci. La parole est alors à monsieur Belot. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Vice-Premier ministre, compte tenu de l'évolution des marchés financiers et de l'instabilité dans laquelle sont placés les États, les capacités du Fonds européen de stabilité financière doivent être élargies. Il est en effet nécessaire d'adapter la garantie de l'État au nouveau champ d'intervention du Fonds européen de stabilité tel que décidé par le sommet extraordinaire des dirigeants des 17 pays de l'eurozone le 21 juillet dernier. Jusqu'à présent, cette garantie était réservée aux seuls prêts accordés directement aux États membres de la zone euro. Les dirigeants ont décidé de porter la capacité effective des prêts du Fonds européen de stabilité à 440 milliards d'euros. Un plafond a été défini pour chacun des pays
Pour la Belgique, ce plafond de garantie apportée passe de 15 à 34,5 milliards. Le fonds pourra ainsi aider un État pour recapitaliser son secteur bancaire en cas de nécessité. C'est le cas pour l'instant de la Grèce. Enfin, c'est une innovation majeure, le Fonds européen de stabilité pourra intervenir sur le marché secondaire lorsque la Banque centrale européenne indiquera que ce marché est défaillant. L'accord du 21 juillet renforce également l'information du Parlement sur les opérations menées par le Fonds. Les opérations du Fonds de stabilité financière, notamment les prêts aux États en difficulté, sont sans effet sur le déficit public. La dette publique sera augmentée au fur et à mesure des emprunts contractés par le Fonds européen de stabilité à due proportion de la participation de la Belgique au Fonds. Cette opération est strictement comptable et n'a aucune incidence sur la charge de la dette. Après la France, la Belgique est le deuxième État à approuver les mesures décidées par le sommet Eurozone extraordinaire du 21 juillet. Il y a quelques jours, l'Allemagne a aussi entamé la procédure d'adoption des décisions du sommet du 21. Il subsistait, voici quelque temps, des interrogations, des incertitudes, voire une épée de Damoclès de la part des marchés, des investisseurs, quant à l'issue de la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui a validé le plan de soutien à la Grèce. De ce point de vue, la Cour a apporté une réponse forte et puissante qui, en quelque sorte, a donné le top de départ du processus de ratification de l'accord du 21 juillet dans ce puissant et important pays qu'est l'Allemagne. Dans une période difficile, l'engagement résolu des pays de la zone euro doit être un signal fort pour l'ensemble des partenaires et des investisseurs. La poursuite de la stratégie d'assainissement des finances publiques dans tous les pays de la zone est fondamentale, avec leur détermination à atteindre des objectifs de réduction des déficits. La récession que nous connaissions frappe moins lourdement la Belgique que d'autres pays. La conjoncture économique est plus favorable dans notre pays que dans la moyenne des pays européens. Elle a toutefois été moins bonne au deuxième trimestre. La Belgique n'étant pas une île, nous ressentons les effets de ce qui se passe dans le monde. Nous observons que les investissements industriels restent robustes et toujours en croissance, bien qu'ils soient plus ralentis qu'il y a quelques mois. Dans des circonstances économiques aussi particulières, dans une période de crise qui n'a d'équivalent depuis 1929, de tels résultats attestent de la force économique de notre pays. Veillons bien entendu à préserver les fondamentaux de notre économie. Nous devons faire preuve de courage et de constance. À nos yeux, si un certain nombre de mesures peuvent faire l'objet de débats, l'important est l'évolution de la soutenabilité de nos finances publiques. L'idée d'un gouvernement économique de la zone euro a été avancée tout récemment pour la première fois sous une forme précise et praticable, sans exiger une laborieuse et assurément impossible révision des traités. Chacun des États est concerné. Il doit prendre ses responsabilités. Ou bien la Belgique bascule dans le camp des pays qui ne parviennent pas à être suffisamment compétitifs et à assainir leurs finances, et la zone euro va se briser selon un axe nord-sud, et devenir ingérable, ou bien la Belgique continue à faire des efforts nécessaires pour rétablir sa compétitivité, pour la maintenir, assainir ses finances et rester accrochée au pays leader européen en matière de croissance qu'est l'Allemagne. Nous serons donc contraints, tout prochainement, de prendre des décisions sans doute difficiles, et ceux qui l'ignorent ne sont pas responsables. Au-delà de l'accord donné au programme d'aide à la Grèce et des défenses de l'euro, car les deux éléments sont liés, beaucoup de forces internationales sont opposées au maintien de la monnaie unique et voudraient bien que la Grèce sorte de la zone euro. L'importance d'une intervention des États de la zone n'est plus à démontrer. La question n'est pas tant de savoir si l'on croit ou non en la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes. Il est plutôt d'éviter l'enclenchement d'un effet boule de neige qui toucherait tous les États, même ceux qui ont une économie forte. Avant-hier, le président Obama a déclaré que l'impact de la situation de la zone euro sur l'économie mondiale était important et que la reprise passait par la restauration de la confiance dans l'euro. Cela démontre combien l'interdépendance est grande et combien les problèmes vécus par la Grèce percolent dans toute l'économie européenne et mondiale. Monsieur le vice-premier ministre, des avancées significatives dans le domaine de la régulation et de la supervision financière ont été enregistrées
lors de la présidence belge de l'Union européenne durant le second semestre. La mise en place des trois autorités européennes et du Comité européen du risque systémique sont aujourd'hui une réalité. Certes, la crise financière a imposé d'accélérer la mise en place de ces outils, mais au début de la présidence belge, peu d'observateurs avertis imaginaient que vous enregistreriez ces avancées. Au sein de la zone, les autorités européennes contrôlent plus étroitement les évolutions budgétaires nationales en vue d'assurer une cohérence en termes de gouvernance économique. Une forme de tutelle est assurée afin de tendre vers l'harmonisation des compétitivités des économies nationales. Au sein de la zone, les disparités doivent s'amenuiser afin d'uniformiser les taux de croissance et les déficits publics. C'est pourquoi des États tels que la Grèce doivent être mis sous contrôle plus permanent afin d'imposer la correction indispensable dans les paramètres des gestions budgétaires. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez plaidé pour tendre vers une harmonisation fiscale entre les États membres. Il s'agit là d'un corollaire à la volonté de développer un espace économique cohérent, vaste et s'étendant sur tous les pays de la zone. Se pose aussi la question du respect des équilibres budgétaires, voire de l'inscription dans la Constitution de la règle d'or relative à la limitation des déficits, telle qu'a pu le faire récemment l'Espagne et que d'autres assemblées parlementaires discutent pour l'instant d'ailleurs. La crise que nous connaissons en Europe m'interpelle aussi sous d'autres aspects. Ainsi, soyons très attentifs à l'utilisation que les fonds, par exemple asiatiques, peuvent faire dans le cadre de la restructuration de dettes d'État ou des garanties sollicitées en Europe. Comment ne pas être interpellé, par exemple, par le rachat par des fonds souverains chinois du port du Pirée, qui est une véritable vitrine de l'économie grecque. La réflexion ne peut pas être purement académique, mais un fondement même de la construction européenne. Toute crise amène aussi ses tensions, et il est inutile de rappeler celles que traverse l'Union européenne des 27. Il y a d'une part les pays appartenant à la zone euro et les autres. Il y a celles et ceux qui souhaitent plus d'Europe et ceux qui constamment verrouillent l'évolution et son approfondissement. Il y a les partisans de l'intégration et ceux de la coopération renforcée. Soyons attentifs à la vision que tout un chacun peut avoir de ces États-Unis d'Europe et qui conditionne leurs décisions. La crise que nous connaissons démontre combien la gouvernance économique et financière de l'Europe est imparfaite du fait de la faiblesse des outils supranationaux. Le phénomène des crises et dettes souveraines que nous connaissons aujourd'hui ne semblait, voici quelque temps, concerner que certains États émergents que nous observions avec une certaine condescendance. À la veille encore du déclenchement de la plus grave crise économique que le monde ait traversée depuis les années 30, personne n'imaginait que les États développés comme la zone euro pouvaient être touchés. Personne n'imaginait qu'un État membre de l'Union européenne, a fortiori de la zone euro, pourrait être frappé. Notre continent traverse une crise d'une portée telle qu'elle déstabilise tous nos États et qu'elle remet en cause jusqu'au fondement de la construction européenne. La crise grecque fait office de révélateur des failles que nous avons laissées se creuser depuis l'engagement de l'euro. Il est encore possible de les réduire en faisant nous-mêmes preuve de responsabilité concernant notre propre situation budgétaire. Le renforcement des prérogatives de la BCE dans le cadre de l'action du Fonds européen de stabilité financière doit conduire nos gouvernements à militer pour le développement d'un contrôle mutuel renforcé des évolutions macroéconomiques des États membres. Le récent pacte pour l'euro va dans ce sens comme la mise en œuvre du semestre européen. Nous devons progresser sur la voie d'un vrai dialogue structuré entre parlements nationaux dans un premier temps, puis dans un second temps entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Les plans qui ont été mis sur pied jusqu'à présent n'ont pas suffi à stabiliser les marchés, et ce pour plusieurs raisons. La première est bien sûr la faiblesse de la reprise aux États-Unis, qui a fini par peser sur la croissance au sein de l'Europe, alors que nous avions connu un début d'année prometteur. La deuxième raison est la lenteur des processus de décision. Cela vaut d'ailleurs tout autant pour les États-Unis que pour l'Europe, car si la dette américaine a été déclassée par Standard & Poor's, c'est notamment à cause des interminables controverses entre le président et le Congrès, aboutissant à un compromis à minima sur la réduction de l'endettement. Mais l'Europe a tout autant manqué de réactivité, sans doute. En effet, nous attendions un feu vert du Parlement européen au mois de juin. Nous sommes encore dans l'incertitude de ce côté-là, tout cela pour des désaccords institutionnels qui ne semblent pas à la hauteur des enjeux. Si nous voulons que les politiques ne soient pas à la remorque des marchés, il nous faut être capables de décider vite et avoir une réelle crédibilité dans la mise en œuvre, car ce que jugent les agences de notation et le marché,
C'est aussi et surtout la rapidité et la continuité dans le temps de l'action politique. Enfin, la troisième raison, il faut l'admettre, la difficulté de la Grèce à mettre en œuvre des réformes indispensables. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur sa capacité de se mettre la tête hors de l'eau. Est-ce une fatalité? Sans doute que non, puisqu'il suffit de comparer des cas tels que la Grèce et l'Irlande. L'Irlande a été, à certains égards, dans une situation pire que la Grèce voici quelque temps. Pourtant, elle va sortir dès cette année de la récession. La Troïka, composée de la Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne, a aidé la Grèce à définir les mesures à prendre. Il appartient aux autorités grecques désormais de prendre leurs responsabilités. Il s'agit non pas de mettre un pays sous tutelle, mais de tirer les conséquences de l'interdépendance qui existe aujourd'hui au sein de la zone euro. La Grèce ne peut en effet espérer résoudre le problème de sa dette sans l'appui de ses partenaires européens, mais la zone euro a besoin de réformes en Grèce pour éviter que la crise grecque ne dégénère en une crise systémique analogue à celle que nous avons vécue fin 2008. En réalité, c'est seulement ensemble que nous avons une chance de résoudre le problème de la dette souveraine en zone euro. Il n'y a pas de stratégie individuelle qui puisse être gagnante. C'est la raison pour laquelle le groupe MR votera ce projet de loi, ces projets de loi importants pour notre pays, importants pour la zone euro et importants pour l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Het woord is thans aan de heer Van Rompuy. Beste collega's, sta mij toe enkele persoonlijke bedenkingen te maken bij hetgeen vandaag ter stemming voor ligt. Dit wetsontwerp is er eigenlijk om de eurozone te redden, de eurozone die zonder enige twijfel een van de hoekstenen is van onze welvaart. Een eerste probleem dat we moeten aanpakken is natuurlijk het Griekse schuldenprobleem. Wat is de oorzaak en de reden van de Griekse malaise die we vandaag kennen, of het Griekse drama? Dat is natuurlijk dat we aan de ene kant hebben de Grieken vele jaren boven hun stand geleefd. Aan de andere kant hebben zij valse cijfers gerapporteerd aan de Europese instellingen. Maar een derde punt dat men vaak uit het oog verliest, dat is dat op dit ogenblik financiële markten en ook een aantal Europese politieke leiders minder geduld hebben met een lidstaat dan dat vroeger het geval is. We moeten ons de vraag stellen van waar dat komt, wat de oorzaken daarvan zijn. Zeker in België denk ik dat we niet mogen vergeten dat we in 1991 zelf nog een schuld hadden van 130%, dat we er 15 jaar over gedaan hebben om er 45% af te pitsen. Wel, dat is tijd die de Grieken vandaag niet krijgen. Waarom krijgen zij die niet? En hebben wij die wel gekregen in 81? Ik heb het moeten opzoeken, want ik was toen 1 jaar oud. Was ons tekort 16%. 16%. En toch hebben wij dat overleefd. Gelukkig had men met ons toen meer geduld als met de Grieken vandaag. Als we kijken naar de inspanning die men vraagt van de Grieken, namelijk 5% besparen per jaar, dan zijn de huidige rampzalige cijfers die op tafel liggen, kunnen natuurlijk op geen enkele manier tot enige verbazing wekken. Op zo'n manier zet men een negatieve spiraal, jammer genoeg, in gang, die hopelijk nog te stoppen valt. Hopelijk is het voor de Grieken nog niet te laat. Maar ik denk, als politici moeten we ons de vraag stellen, 1. Hoe komt het dat wij geen geduld hebben met andere lidstaten? En ten tweede, waarom dat de financiële markten ook geen geduld hebben. Ik denk aan vormen van short-term, high-frequency trading, waar toch, denk ik, stilaan paal en perk aan zou moeten gesteld worden. We moeten als politici, denk ik, ook een beetje afstappen van de idee om te denken dat men in politiek alleen maar stappen vooruit kan zetten door op monumentale momenten grote knopen door te hakken, maar dat soms de step-by-step approach die de EU groot gemaakt heeft misschien wel eens de beste zou kunnen zijn. Tot slot, als het gaat over Griekenland wat dat betreft, laten we niet vergeten dat Italië vandaag een primair evenwicht heeft. Iedereen vergeet dat. Maar Italië heeft een primair evenwicht. Als er de druk niet was op de interesten, dan had men in Italië vandaag geen acuut probleem zoals men het op dit ogenblik beleefd.
Tweede grote vraag die ik mij stel is, de Europese Unie heeft een geconsolideerde schuld van, ik geloof, 88% gemiddeld over de Europese lidstaten. De VS zit daarboven. Het Verenigd Koninkrijk zit daarboven. Japan zit daar 2, misschien bijna 3 keer boven. En toch kennen zij dezelfde druk niet als wij die kennen. Wel, de reden daarvoor, het is Paul de Grauwe die dat in de verf gezet heeft en daarvoor stilaan meer en meer internationale erkenning krijgt, dat is dat al die landen voor hun munt of hun munt duidelijk ondersteund wordt door hun centrale bank in de Europese Unie. Omwille van de complexiteit is dat niet het geval, of toch in veel mindere mate. En de ECB probeert op dit ogenblik daar iets aan te doen. Maar dat is ook de reden waarom dat het mijn overtuiging is dat we op de lange termijn onvermijdelijk op weg zijn naar een consolidatie van overheidsschuld op Europees vlak. In welke vorm dan ook, is het via systemen zoals de EFSF, de ESM, of is het op de lange termijn misschien door eurobonds. Eurobonds waarvan mijn opinie is dat ze er alleen maar kunnen komen na een langdurige fase van budgettaire en fiscale harmonisatie, niet ervoor, en ook met een versterkte controle van de Europese instellingen daarop op de lidstaten. En dat is dan nog eens bovenop de six-pack die recent werd goedgekeurd en bovenop de Europact Plus. Jammer genoeg is, naar mijn mening, ondertussen de korte termijn belangrijker geworden dan de lange termijn. Het is nu zo en ik denk dat de ECB en een versterkt EFSF, zoals we dat vandaag zullen stemmen, de brand zullen moeten blussen. Nu, mijn laatste punt en misschien wel het belangrijkste punt in mijn ogen, dat is dat men vandaag kijkt en focust op de toekomst van de Europese Unie, terwijl dat ik denk dat waar het vandaag echt om gaat, hier en nu, is wat dat de lidstaten zelf doen. Italië is vandaag in de problemen. Waarom? Omdat Berlusconi een belangrijk element uit het besparingsplan gelicht heeft, terwijl hij dat niet had mogen doen en daarmee eigenlijk de geloofwaardigheid van Italië als lidstaat bijna aan het wankelen gebracht heeft. Italië kan trouwens alleen maar gered worden door Italië zelf. Nu, dat geldt ook voor ons land. Hè. Onze spread is, u weet het waarschijnlijk beter dan ik, op recordhoogtes. We zitten denk ik eerder in het kamp van de PIX-landen dan in het kamp van de eurokern. Jammer genoeg. Ik zie 3 belangrijke zaken waar wij dringend werk van moeten maken. Ik denk een eerste zaak is dat er absoluut een nood is aan een nieuwe federale regering. We moeten elke twijfel over mogelijke splitsing van de overheidsschuld onder het mom van uitspraken over artikel 35 van de grondwet moeten we kunnen wegnemen. Ten tweede denk ik dat we ook nood hebben aan een geloofwaardige begroting voor 2012. Opnieuw. Nee, ik ben eigenlijk... Laat even de spreker uitspreken. Ik ga gewoon mijn punt afmaken. Ten tweede denk ik dat we een geloofwaardige begroting nodig hebben in 2012. Dat is een enorme inspanning, een nooit geziene inspanning, een inspanning die we geleverd hebben begin jaren 90, maar die we toen eigenlijk hebben kunnen doen dankzij rentemeevallers voor een groot deel, die we vandaag niet meer hebben. Ten derde, misschien nog het belangrijkste punt of het meest vergeten punt, en dat is, we moeten werken aan maatregelen voor toekomstige economische groei. En dus, ik denk dan in de eerste plaats, ik heb het hier al gezegd in dit forum, aan het uitvoeren van de Europese aanbevelingen. Nu, er zijn... Wacht, laat mij even uitspreken. Voor zij die ermee dwepen, maar zich in stilzwijgen hullen als het over de concrete inhoud gaat, zal ik de inhoud nog eens herhalen. En dat is de volgende. Dat betekent loonmatiging, koppeling van de wettelijke pensioenen aan de levensverwachting en een deelname door de deelstaten in de sanering van de begroting. En de markten kijken vandaag alleen maar naar concrete maatregelen, niet naar beloftes. Het is tijd voor politieke daden. Dank u.
Dank u wel, meneer Laermans. Ik zal inschrijven in de sprekerslijst. Nee, ik heb een vraag voor meneer Van Rood. Dat kan toch niet? Anders is het geen debat, dan is het gewoon aflezen van. Zegt u maar, als het een vraag is. Dat is het. Begrijp, meneer Van Rompuy is het debat nog niet gewoon. Hij is pas in het parlement zitten, dat is geen enkel probleem. Dat kan hem vergeven worden. Maar ik wou een beetje meer duidelijkheid. Hij zegt plots, we moeten elke twijfel wegnemen over het splitsen van de staatsschuld. En daarvoor moeten we artikel 35 inschakelen. Dat zijn twee tegenstrijdige. Kan u dat even toelichten of wat bedoelt u nu precies? Gezegd dat we elke twijfel daarover onder het mom van besprekingen over artikel 35, ik heb niet gezegd dat ik daarvoor ben, moeten wegnemen. Maar kan u in de micro, want ik versta u niet. Ik zei dat we elke twijfel daarover onder het mom van... In de micro. Sorry, ik zei dat we elke twijfel daarover onder het mom van een bespreking van artikel 35 moeten wegnemen. Ah ja, dus voor u moet de staatsschuld in elk geval absoluut één en ondeelbaar federaal blijven, als ik het goed gehoord heb. Ja, dat is duidelijk. Ik wou het maar zeker weten, want ik dacht even dat u bijna een pleidooi hield voor die splitsing, maar dat verwonderde mij uit uw mond. Het feit dat u verwijst naar artikel 35 is interessant. Misschien gaat men dan toch eindelijk werk maken van de uitwerking van artikel 35. Al vrees ik dat dit dan zal gepaard gaan met een betonering van de staatsschuld. En dat zou ik ook erg jammer vinden. Dank u wel. Dan is het nu het woord aan de heer Ancio. Dank u, voorzitter. Collega's, eerst en vooral, ik ben absoluut geen expert in deze aangelegenheid. Bekijk de zaak en ik luister naar veel mensen die veel deskundiger zijn dan ik. En ik moet zeggen dat ik me voor een groot stuk, ik heb het niet over het laatste punt, voor een groot stuk toch wel bij de bedenkingen van meneer Van Rompuy ook kan aansluiten. Maar ik heb wel persoonlijk twijfels over de Europese aanpak. Laat er geen twijfel over bestaan. Ikzelf en mijn fractie zijn vanzelfsprekend voor... een grotere Europese solidariteit wat de aanpak van deze financiële crisis betreft. Vanzelfsprekend zijn wij voor een sterke verdediging van de euro. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar wellicht uit onwetendheid stel ik mij de vraag of wij in Europa wel voldoende doen. Wat is de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten? Er is al verwezen, vanzelfsprekend moet elk binnen zijn eigen grenzen een financieel, budgetair, correct beleid voeren. Maar die normen zijn inderdaad de laatste jaren wel fors veranderd ten opzichte van de vroegere visie over dat budgetair beleid. Twee, wat is de verantwoordelijkheid van de banken daarin? Ook daar... hebben we natuurlijk 2 jaar geleden een nieuw feit meegemaakt, of enkele jaar geleden een nieuw feit meegemaakt met de bankencrisis. Maar de verantwoordelijkheid van die grote financiële instellingen blijft toch wel een aandachtspunt waar ik zelf en mijn fractie toch wel vragen over hebben. Ook over de Europese Centrale Bank. Er is al verwezen naar de belangrijke rol die die Europese Centrale Bank te spelen heeft. Maar wordt dit voldoende gedaan? Ik las gisteren nog van een Nobelprijswinnaar de nodige kritiek op de Europese Centrale Bank. Dat er net vanuit gaat dat die Europese Centrale Bank niet voldoende doet om die euro te verdedigen. Meneer de minister, ik zeg het nogmaals, ik ben daar niet een expert in. Maar ik stel wel vast dat als je inderdaad een vergelijking maakt tussen een aantal landen binnen de eurozone... Ik neem nu Spanje. Spanje wordt voortdurend aangepakt. Maar als je de financiële en budgettaire situatie van Spanje vergelijkt met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Groot-Brittannië dat helemaal niet, waar helemaal niet internationaal op gespeculeerd wordt of tegengespeculeerd wordt. Dan is de situatie van Spanje veel beter dan de situatie van Groot-Brittannië. Hetzelfde, en het is al gezegd, met heel de... Europese Unie of de eurozone minstens, waar dat de geconsolideerde schuld, die spijtig genoeg nog niet geconsolideerd is, of minstens nog niet gecollectiveerd is, dat die, als je die vergelijkt met de Verenigde Staten, dan is de situatie van de Verenigde Staten veel, veel negatiever. Maar, en dan komt men erop neer, dat die individuele landen, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, veel meer instrumenten hebben om hun eigen munt te verdedigen. Wij hebben... terecht gekozen voor een gemeenschappelijke munt, maar daardoor ook een aantal instrumenten voor de verdediging van die gemeenschappelijke euro
uit handen gegeven, in handen gegeven van de gemeenschappelijkheid of van de verschillende, ja, van de regeringsleiders van de Europese Unie, van de Europese Centrale Bank. En dan vraag ik mij af, doen we daar inderdaad wel voldoende mee? En dan heb ik het inderdaad over het collectiveren of, zoals collega Van Rompuy het noemde, het consolideren van de overheidsschuld van de eurozone enerzijds. Dan heb ik het inderdaad over het dringend uitgeven van euro-obligaties en dergelijke meer. Collega's, het zijn enkele bedenkingen. Vanzelfsprekend zullen wij dit voorstel goedkeuren. Maar ik blijf met vragen zitten of dat dit allemaal voldoende is. Gisteren hoorde ik iemand die er veel meer van af weet dan ikzelf, die bijzonder veel kritiek had op de besluiteloosheid van de Europese leiders, staatshoofden en regeringsleiders, die binnenkort in oktober, als ik me niet vergis, 23 of zo oktober terug bijeenkomen rond de financiële situatie, maar waar dat de besluitvorming van de laatste eurotop helemaal nog niet is uitgevoerd. Wel, laat ons daar dan of weinig of niet is in de praktijk is uitgevoerd. Is dat zo? Als dat zo is, ja, dan zitten we altijd achterna te hollen en dan vrees ik dat we niet slagkrachtig genoeg zijn om die euro en alles wat daaraan vasthangt, want het heeft natuurlijk te maken met het welzijn van de mensen. Op zich interesseert mij de sterkte van een munt op zich helemaal niet. Maar het gaat wel over de koopkracht en de sterkte en de stabiliteit van een land en dus van de mensen. Laat ons dan misschien ook vanuit dit land echt druk uitoefenen op de Europese Unie om meer krachtdadig op te treden als het gaat over de verdediging van die euro en minstens uit te voeren wat er beslist is. Tot slot, ik ben het er ook mee eens dat wij in dit land ook verantwoordelijkheid moeten opnemen naar onze eigen financiële situatie. En dat is een openstaande deur. Daarom is die begroting 2012 en de volgende begrotingen meer dan essentieel. Persoonlijk ben ik er niet 100% van overtuigd dat het allemaal zo rationeel is wat we vandaag zeggen rond het zo rigide overheidsbeleid, budgetair overheidsbeleid. Maar goed, ik heb ondertussen ook gemerkt dat economie en het financieel beleid, dat niet bepaald een exacte wetenschap is en dat daar bijzonder veel waarheid en wijsheid rond wordt verkondigd. Tot daar, voorzitter, mijn tussenkomst. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Daams. Dank u wel, meneer de voorzitter. Net zoals een paar collega's, een paar bedenkingen. Eerste bedenking van procedurele aard. Daarnet nog zei iemand tegen mij, zouden we niet beter eerst stemmen en dan zagen? Want als je de procedure bekijkt en ze is toelaatbaar, natuurlijk uiteindelijk, ja, zouden we misschien beter in de toekomst met de commissie van de Kamer samen vergaderen, dan kunnen we op nuttige tijdstip onze opmerkingen in deze meegeven. Enfin, dat is een detail, maar ik vind het niet onbelangrijk. Omdat ik nu eenmaal denk dat we op den duur toch alleen maar een vergadering van opiniegevers zijn. En dat is toch ook niet altijd erg nuttig. Nu, het zal dat zijn of iets anders, ik weet het wel, Bert. Maar ik wilde het toch eens gezegd hebben. Misschien beginnen met eens een definitie te geven van dit fameuze EFSF. En ik heb dus een definitie van proberen te maken. En als ik die maak, dan is het de volgende. Eigenlijk is dat EFSF een speciaal vehikel dat buiten balans van de Europese Centrale Bank CDO's uitgeeft om geld te capteren om de deficitspending van niet-performante lidstaten te financieren. Dat is eigenlijk wat dat is. En ik heb het woord CDO gebruikt, maar het is dat eigenlijk. Eigenlijk geeft het EFSF gecollateraliseerd schuldbewijs uit en met dat geld dat gecollateraliseerd is door de lidstaten, door de budgetten van het Europees Parlement, nota bene, geeft dan eigenlijk die centen of gebruikt die centen om meer gewicht te geven in de deficitspending die lidstaten hebben gedaan. Wat zegt dat over het systeem? Dat zegt over het systeem dat het misschien tijdelijk nodig is, op dat vlak geen punt,
maar dat het objectief gezien niet meer is dan koerieren aan symptoom. Dat zegt dat wel. En ik denk dat we dat toch ook eens aan elkaar heel duidelijk mogen zeggen. Dit is een financiële constructie. Eigenlijk de techniek waard van diegenen die op de markten speculeren. Het is even handig bedacht. Waar dat men met het gewicht van collateraal probeert van een zo laag mogelijke interest te hebben bij het geld dat men capteert. Om op die manier de markt proberen te beïnvloeden voor diegenen die het slecht hebben gedaan in het verleden. Dat is het instrument. Objectief gewoon is het dat. Eigenlijk geven we binnen Europa nu CDO's uit. En u weet wat de CDO's in het verleden hebben gedaan. Dus dat is een eerste randbemerking die ik wil maken. Want dat betekent dat om dat te doen, dat het eerste wat die Europese instanties zijn gaan zoeken, dat dat een AAA-rating was van de Moody's en de Standard & Poor's van deze wereld. Dat zijn ze gaan doen. Ze hebben eerst berekend, kunnen we een AAA krijgen, want anders dan zal het moeilijk zijn om die financiering uit de markt te halen. Ik denk dat dat een zwakte is in het systeem. Dat is een zwakte in het systeem, want we weten toch wat die ratingbureaus in het verleden hebben uitgestoken. En ik zal daar straks op terugkomen. Het moet ons nu maar voorkomen, collega's, meneer de minister, dat Moody's om een of andere reden vindt dat ze die CDO's van het EFSF moeten downgraden. En dan gaat het pas zien wat je gaat zien. Dan gaat het pas echt financieel potentieel in een groot probleem terechtkomen. Waarom zeg ik dat nu? Niet omdat ik tegen het systeem ben. Ik denk dat dat zo ongeveer het enige is dat je op korte termijn kunt installeren. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik wil het aanhalen omdat het meteen ook de zwakte aangeeft van de aanpak die Europa vandaag heeft. Met name hetgeen dat gebeurd is proberen onder controle te krijgen. Maar objectief gezien geen of te weinig maatregelen naar de grond en de oorzaak van de zaak. En verrassend genoeg voor sommigen misschien hier in het half rond, is de bedenking naar de oorzaak van de zaak iets wat ons allemaal moet aanbelangen, maar wat misschien zelfs socialisten en liberalen dicht bij elkaar brengt, stel u voor. Met name, en ik heb het hier al herhaaldelijk gezegd, en ook in de Kamer in de voorgaande jaren, er is een bepaald niveau van speculatie die economievernietigend is, waar je als publieke autoriteit een halt moet aanroepen. En we zullen van mening verschillen over de definitie misschien, maar toch niet over het concept en het principe. En objectief gezien is dat iets waar tot op vandaag bijzonder weinig aan gedaan wordt. Speculatie is niet noodzakelijk het feit dat op de financiële markten men bepaalde obligaties van landen weggooit en naar anderen gaat. Dat is daarom geen speculatie, dat is gewoon de vrees van die terugbetaald te geraken en uiteindelijk mijn centen veiliger te beleggen. Dus dat soort bewegingen op de markt is niet noodzakelijk een speculatie te noemen. Het zou kunnen zijn. De shorting, men gebruikt dat woord al eens graag hier in de plenaire, zou daar een vorm kunnen van zijn. Hoewel, mijn punt dat ik hier wil maken, is dat het EFSF een financiële spitstechnologie is, die misschien wel nodig is op korte termijn, opdat de bodem uit ons eurosysteem niet zou wegvallen, maar die objectief gezien niet veel meer is dan koerieren am symptoom. En dat moeten we ook durven zeggen. Nu, waarom doen we dat? En waarom ben ik het niet eens met diegenen die, en collega Van Rompuy heeft het aangehaald, met diegenen die nu geschandaliseerd roepen van dat Griekenland maar eens even uit het systeem gaat, al is het maar tijdelijk. Ik zou eens willen beschrijven wat dat misschien zou gebeuren moest een land de eurozone verlaten. Weliswaar weten we dat een van de fouten, maar dat is altijd makkelijk om dat nadien te zeggen, die in het begin zijn gemaakt, dat niet voorzien was. En dat ook geen stringent kader is gemaakt van wat zou men doen indien men eenmaal binnengelaten aan bepaalde voorwaarden in de eurozone, nadien niet meer aan die voorwaarden voldoen. Dat was niet voorzien. Men was toch wel erg optimistisch in die tijd. Maar wat zou er nu gebeuren, moest Griekenland bijvoorbeeld de eurozone moeten verlaten. Ik beschrijf het zoals ik denk dat het zou kunnen zijn. Ik denk dat Griekenland dan meteen, en ik vind het niet uit, economen hebben het voor mij ook wat beschreven, misschien in andere bewoordingen, maar Griekenland moet een nieuwe munteenheid hebben. De drachme nouveau of zoiets, weet ik veel wat. Wat gaat er gebeuren? Een run op de Griekse banken. Niemand krijgt nog cash. Het bankensysteem in Griekenland implodeert de facto. Dat zou je niet last kunnen. Niemand wil een Griek nog geld lenen. De bank- of kredietkaarten van Griekenland die kunnen nergens nog gebruiken in de wereld. En van economische groei of concurrentievermogen in Griekenland zullen we waarschijnlijk op middellange termijn niet meer moeten spreken.
Dus wat het tijdelijk aspect betreft, vergeet dat allemaal. Maar wat gebeurt er nog? Men creëert een precedent in de eurozone. Dus de volgende run die je krijgt in de financiële markten, is natuurlijk niet meer op Griekenland, want dat is niet meer nodig. Dat ligt daar. Maar is op diegene waar dat uiteindelijk ook een zwakte zich voordoet. Want men kan de eurozone verlaten. Resultaat? Al het geld zal uiteindelijk weggehaald worden uit de volgende landen. Men noemt dat de PIGS of wat dan ook. Maar in ieder geval, investeerders halen hun geld daar weg. Dat geld dat weggehaald wordt, en dan als gevolg heeft dat landen meer dan alleen Griekenland de eurozone verlaten, heeft natuurlijk voor gevolg dat dat geconcentreerd wordt op de zogenaamde sterke landen. En gegeven dat de zwakke landen uit de eurozone gaan, en allemaal zou graag een sterke euro hebben, ik denk dat we dan nogal een geweldige sterke euro zouden hebben, die maakt dat de sterke landen een zo sterke munt krijgen dat ze internationaal oncompetitief worden omwille van de sterkte van hun munt. En dat je daar ook het effect krijgt van een economische crisis. Dus, diegenen die zeggen, we willen dat Griekenland uit de eurozone stapt, zijn zeer kortzichtige mensen, want het effect, de impact daarvan, zal zich op zeer korte termijn direct op henzelf ook reflecteren. Met inbegrip van de Duitse nota bene, ja? Met inbegrip van de Duitse. Dus ik wil dat toch maar eens even beschreven hebben, waarom ik denk dat we weinig keuze hebben dan een courier am symptoom instrument te hebben en ook te gebruiken. Maar de opmerking die sommige collega's hier ook al in het halfrond hebben gemaakt, is dat dat moet vergezeld gaan met andere maatregelen. En andere maatregelen, voor mij betekent in essentie dat de politiek, en ik ga zware taal gebruiken, effectief de oorlog verklaart aan economisch destructieve speculatie. Waarom? Als je het volume van de echte economie bekijkt, en je vergelijkt dat met het volume van de virtuele economie, dan is er een enorm gat daartussen, tussen die twee volumes. En wat is het verschil? Het verschil is eigenlijk een stuk dat je via financiering economie probeert te produceren. En het tweede stuk verschil, dat is het grootste, dat is puur speculatief gegeven. Ik persoonlijk ben geen aanhanger van diegene die zegt, laat in deze de vrije markt maar zijn rol spelen. Omdat voor mij een vrije markt betekent geen posities waarbij je dominant bent. Dat is een vrije markt. Een vrije markt is niet het accepteren van monopolies die automatisch tot stand zouden kunnen komen, is niet het aanvaarden van dominante posities. En dat is niet nieuw, dat vertel ik al 24 jaar in het parlement. Maar dit is wel wat vandaag op de markten bestaat. En laten we niet flauw doen, als er speculatieve golven zijn, dan is dat vaak omdat het volume van het aanzetten in de markt dominant is, waardoor dat die markt moet volgen. Alleen zie ik tot op vandaag geen aanzet tot maatregelen die nagaan. Dat betekent dat je dus moet gaan kijken naar wat? Naar hedge funds. Dat betekent dat je moet gaan kijken naar bepaalde soorten van technieken op de financiële markt. Dat betekent dat je misschien eens moet gaan kijken de impact die ratingbureaus hebben of dat je daar niet iets kan aan doen. Ratingbureaus, meneer de minister, u weet dat, waar trouwens een van de aandraders van één van de ratingbureaus, meneer Buffett, als we spreken over conflict of interest, dat is toch wel een mondiale, als u het mij vraagt. Dat betekent dat we misschien eens moeten nadenken over concrete maatregelen. En zijn die mogelijk? Ja. En we hebben die hier herhaaldelijk voorgesteld. En collega Van Rompuy heeft geen ongelijk als hij zegt dat er dan misschien kleine maatregelen zijn die kunnen helpen. Ik geef één voorbeeld. Praktisch voorbeeld. Shorten op zich. Shorten is het speculeren op het dalen van de koers. Waarom doen we dat shorten? Omdat je dan eigenlijk kort gaat op een koers. Enfin, dat is what's in the name. Nu, als je akkoord bent dat er gespeculeerd kan worden, of kan gewet worden, of kan gerekend worden op een verhoging van de koers, dan moet het er niet tegen zijn dat je dat ook mag doen op een verlaging van de koers. Dus dat op zich vind ik geen punt. Waar ik wel een probleem mee heb, is bijvoorbeeld dat een pensioenfonds aandelen uitleent van zijn activa aan een shorter voor een premie. Ze krijgen daar dan huurgeld voor die aandelen. En die shorter, die gaat dan speculeren om dat aandeel te doen dalen. Als ik het mij vraag, dat is pure misdaad. Want ik ben een pensioenfonds dat met geld van mijn spaarders de pensioenen morgen moet betalen van die mensen. En ik speel mee in een spel waarbij dat mijn actief, dat eigenlijk de basis is waar ik dat pensioen ga betalen, daalt. Excuseer, waarom hebben wij nog niet dat soort van praktijken aan banden gelegd? En dat vraagt niet veel moeite, hè?
Dat zegt gewoon, een pensioenfonds mag bij wet geen aandelen uit zijn actief uitlenen. Punt. En dan heb je al een groot volume aan speculatieve massa, om het nu maar zo te zeggen, die weg is. Dat is één voorbeeld. Er zijn andere voorbeelden uit te denken. Ik geef dat maar om het illustratief te maken, bij wijze van spreken, dat je wel degelijk, zelfs als individuele lidstaat, en dit voorstel heb ik nota bene met de minister gedaan, een kleine twee jaar geleden in de Kamer heb ik dat voorstel praktisch gedaan. Door allerlei omstandigheden is dat niet echt ter bespreking kunnen komen. Ik geef een tweede voorbeeld. Hoe kan je onafhankelijker maken van speculatieve golven? Wel door het risico te spreiden, zou je zeggen. We hebben in de Kamer voorstellen in het meerderheid, in het meervoud liggen. Ik heb zelf een van de eerste ingediend in de commissie Financiën, herinner u, waar we zeggen, kijk, waarom zouden we dat fiscaal voordeel van spaarboekjes niet van toepassing maken voor een spaarder als hij een obligatie van de staat koopt? Dat zou betekenen dat je op dat ogenblik massaal individuele spaarders hebben die niet individueel gaan zitten op de beurs te spelen om zo'n grote massa te gebruiken om de koers te beïnvloeden. Waarom is dat nog niet goedgekeurd? Er zijn ook andere voorstellen. Vanuit uw partij, Bert, zijn er een aantal die eraan verbonden zijn. Ik stel voor dat we dan een keer echt praktisch beginnen te bespreken. Waarom zouden we niet, en de Senaat is misschien wel een omgeving om dat te doen, een soort politieke afspraak maken, uiteraard in overeenstemming met de minister van Financiën en met de minister van Begroting, om een soort programma-wetsvoorstel samen te brengen met een aantal maatregelen die toch al een aantal dingen doen buiten het courierenambtssymptoom wat dat EFSF doet. Dat zal niet zo diep kunnen gaan als, zoals de collega voorstelt, gaan we nu een tax op de financiële transacties installeren. U herinnert het debat dat we daar een tijdje geleden over hadden. We zijn het daar niet allemaal over eens. Wat we het wel over eens zijn, is dat er banden moeten, of dat de financiële transacties tot op zekere hoogte aan banden moeten gelegd worden. Of dat dat nu moet gepaard gaan met een tax of niet, dat is nog een ander verhaal. Maar het aan banden leggen wel. Ik denk dus dat we wel degelijk, ik heb nu twee heel simpele voorbeelden gegeven, hè, van het niet toelaten van shorten met aandelen van pensioenfondsen en twee, het toelaten dat de spreiding van onze eigen Belgische obligaties uiteindelijk breder in handen komen van onze eigen bevolking, waardoor we niet afhankelijk zijn van het buitenlandse speculanten die met de massa spelen. Dat zijn twee heel praktische voorbeelden die volgens mij meteen een groot effect zouden kunnen hebben. En waar zouden we die een groot effect kunnen op hebben? Bijvoorbeeld onze spread, zoals dat heet, het verschil van onze rente met Duitsland, die nota bene niet alleen economisch verklaarbaar is. Wij zijn zoveel zwakker toch niet dan Duitsland, objectief gezien. Als je de echte economische parameters bekijkt, dat is niet zo. Onze schuldgraad maakt een verschil. En om dat even te beschrijven wat dat betekent, want ik vind toch altijd als je aan politiek doet dat je de impact van een situatie moet proberen te meten op de realiteit. Wat is de impact? Stel dat wij dit jaar 50 miljard euro van onze 350 miljard euro schuld moeten herfinancieren. Het was dit jaar wat meer, geloof ik. Het verschil tussen Duitsland en België is iets meer dan 2%. De financiële noemen dat dan 200 en zoveel basispunten. Allemaal stelt zich dan de vraag, wat is dat? Ja, dat is dus 2%. Hè. Simpel. Wel 2% op 50 miljard euro te herfinancieren, dat is een miljard euro. Hè. Als een miljard euro dat je gewoon elk jaar op tafel meer legt, dan moest je dezelfde interest betalen dan de Duitsers. En er is niet echt een basis om te zeggen dat onze economie slechter zal zijn dan de andere. Waarom is dat? Omdat onder meer we een iets gemakkelijkere target zijn in gans dit gebeuren. En het voorbeeld dat ik heb gegeven, het wetsvoorstel dat neerligt om effectief die spreiding te maken, zou maken dat de druk op die rente zakt. Hoe dan ook. Je gaat die goedkoper kunnen plaatsen. Direct effect. Niet alleen een direct effect voor de burger in het voorstel, want met hetzelfde fiscaal voordeel gaat hij in plaats van zijn 1,5% dat hem nu heeft op een spaarrekening, je gaat hem er 4 of iets meer hebben. Of misschien zelfs minder, maar de staat gaat minder betalen. En bovendien, omdat de staat minder gaat betalen, zal zijn deficit zakken en zal het risico op belastingverhogingen voor diezelfde burger verlagen. Dit lijkt nu simplistisch, maar het is verdraaid echt niet moeilijker dan dat. Dit gezegd zijnde, het is niet evident om dat soort maatregelen technisch in elkaar te steken. Maar toch, je kan wel degelijk daar iets aan doen. Ik heb ook vanochtend op de radio hoorde ik dat men nu fantastische ideeën heeft gevonden van het beperken bij wet van het deficit van de staat. Ik heb eens even in mijn archieven gaan kijken. Ik denk, mijn eerste tussenkomst in de commissie Financiën van de Kamer in 1988, collega, ging over de Graham-Rudman-wet. En wat is de Graham-Rudman-wet?
ooit gestemd in 1985, de collega was 5 jaar op dat ogenblik. Hè? Ik heb goed geteld, gezegend. Hè? Trouwens, tekort in 1981 was 14,1. Maar enfin, wat, daar kunnen we nog over discussiëren. Maar de Graham-Rudman-wet die tot stand was gekomen in de Verenigde Staten van de senatoren Graham en Rudman, die bepaalde dat men niet boven een bepaald deficit mocht gaan. Dat ging niet over het vermijden van een deficit. En indien men daarboven ging, dan had men automatische mechanismen waarbij dat bepaalde budgetten gewoon gesneden werden. Niet de personeelsbudgetten, maar andere. Dat kunnen wij toch ook doen? Zouden wij ook kunnen doen dat je zegt het pad dat van Europa opgelegd is, kunnen wij perfect bij wet opleggen dat er automatismen in werking treden waarbij bijvoorbeeld investeringsbudgetten of andere, niet de personeelsbudgetten, met een bepaald stuk worden verminderd, opdat de doelstelling die in het budget dat we goed hebben gekeurd, hier niet natuurlijk in de Kamer, want we hebben die bevoegdheid niet meer, en waarbij dat dan uiteindelijk automatisch gebeurt. Ik moest daar een klein beetje mee glimlachen, omdat het een oud debat is. Trouwens, de Graham-Rudman-wet is nadien vernietigd door het Constitutioneel Hof in de Verenigde Staten, wat meteen aanleiding moet geven misschien voor ons om te denken, we zouden beter zoiets in onze grondwet schrijven. Maar nogmaals, weer een voorbeeld van maatregelen die zouden kunnen genomen worden. Een andere impact die er ook is, is op onze banken. Want uiteindelijk, als we het daar straks in het begin over het EFSF hadden, wat een systeem is van het uitgeven van CDO's om deficit spending aan te pakken. Die deficit spending in vele landen is wel tot stand gekomen omdat we de problemen van de bankwereld zijn gaan oplossen. Of proberen hebben op te lossen. En wanneer je vandaag ziet dat na de kredietcrisis, gevolgd door een economische crisis, weer je nu een budgettaire crisis krijgt, ja, dan is die wel het gevolg van die initiële kredietcrisis. En als je ziet vandaag dat dat nog niet genoeg is, uiteindelijk, ja, dan zou je toch ook andere bedenkingen moeten maken naar de financiële markten toe. Ik ga nu iets heel eigenaardigs zeggen. Maar het beperken van de mogelijkheid tot handelen op de financiële markt, dat is vloeken in de kerk. Maar zover ik weet, kan je voor het openen van de beurs en na het sluiten van de beurs en in het weekend ook niet handelen. Hè? Ik bedoel, gewoon objectief is er reeds een soort van fysische in de tijdbeperking. Dus ook daar zijn misschien wel een aantal bedenkingen te maken. En vooral wanneer ik dan zie dat we borg gaan staan als staat voor 10%, het is aangehaald van ons, van onze uitstaande schuld, of meteen ook van ons nationale inkomen, hè, want het gaat daar ongeveer over, ja, dan heb ik toch ook een aantal bedenkingen bij waarom dat we naar onze banken toe ook niet wat forser zijn. Forser tegelijkertijd in het geven van waarborgen en forser natuurlijk ook in de resultaten die daar moeten aan verbonden zijn vanwege de banken. En sommigen zullen dan in een emotioneel kader het hebben over de bonussen van de bankbazen. Ik heb daar ook moeite mee, want als je als aandeelhouder of als borggever belangrijke inspanningen doet, dan heb je daar wel iets over te zeggen. Maar dan denk ik ook dat er andere instanties zijn die ook eens mogen bekeken worden. En ik wil hier een kleine zijsprong maken naar de gemeentelijke holding, als het mij toegelaten is. Maar uiteindelijk, als we 35 miljard kunnen geven om in de banksector afgeleid mee in dat EFSF te stappen, als we meer dan 20 miljard waarborgen en kapitaal op tafel kunnen leggen voor de banken rechtstreeks, dan stel ik mij wel de vraag waarom dat we het risico moeten lopen voor onze steden en gemeenten, en ik ben daar heel duidelijk in, op dat puur omwille van het laag zijn van het aandeel van Dexia, er te weinig waarborg is, waardoor die holding, die het actief van de gemeenten behoudt, riskeert over kop te gaan. Waarom zouden we dan daar niet rechtstreeks wat meer doen? Want wat gaat er anders gebeuren? Dat er financiële gieren op de markt komen. En de financiële gieren in deze zouden eens de gewestregeringen kunnen zijn. Die zeggen, maar nu is de kans goed om aan een hele goede koperprijs een groot stuk van Dexia in handen te krijgen. En binnen 2-3 jaar zal het wel beter gaan. Ik zal me daartegen verzetten. Ik maak wat gebruik van dit platform om dat te zeggen. Want wat zich vandaag aandient naar deze instelling, maar ook naar anderen, is exact dat. Al was het maar om aan te geven dat de vergoeding voor de waarborg die de gewesten aan de gemeentelijke holding vraagt, dus aan alle steden en gemeenten waar de gewesten een voogdij over hebben, en eigenlijk er zijn om de steden en de gemeenten te verdedigen, eigenlijk is dit over de rand wat mij betreft van het fatsoenlijke. En daar moet iets aan gedaan worden. Ik geef het maar mee aan minister van Financiën, die dan wel op zijn beurt wel zijn verantwoordelijkheid neemt, al was het maar recentelijk, naar het overnemen van Astrid. Astrid, wat
überhaupt nooit thuis had moeten horen binnen de gemeentelijke holding. En wezen het gezegd, maar ik ben dan een van de weinigen geweest dat ook de deelname in de operatie Dexa door de gemeentelijke holding financieel gesproken niet direct de meest rationele was. Maar diegenen die destijds zeiden, maar als je 500 miljoen bij gaat lenen en je weet dat je geen dividenden gaat krijgen van die bank, want die gaat toch een paar jaar moeten ja, geen dividenden betalen. Hoe gaat dat doen? Dan kreeg je als antwoord, maar we gaan toch zorgen dat de bank van de gemeente niet stuk gaat. Dat was het antwoord. Wel, ik denk dat we vandaag zien dat ja, die 500 miljoen uiteindelijk op die 34 miljard niet de moeite waard is om de steden en de gemeenten hun actief, dat bij een normale beurskoers rond de 4 miljard euro waard is, zien weg te vallen voor nul. Hè? Want dat is het risico dat we vandaag lopen. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, wil ik daar een van de volgende commissies Financiën wel eens op doorgaan, omdat ik vind dat we hier mogelijkerwijze te maken hebben met een soort van vijandige overname van de gewesten van eigenlijk een actief dat toebehoort aan de steden en de gemeenten. En politiek vind ik dat niet verantwoordbaar. Dat is nota bene een verantwoordelijkheid. We zullen even kietelen van twee van de collega-NVA-ministers in de Vlaamse regering, als we het daar dan over hebben, meneer Muiters en meneer Bourgeois. Ik maak mijn logica af, meneer de voorzitter, collega's. Ik denk dat we moeten instemmen met dit systeem. Zelfs al is het een soort publieke uitgifte van CDO's. Hè. Ik denk dat we daar moeten mee instemmen. Maar ik denk dat we meteen ook moeten de handen aan de ploeg slaan om in de commissie Financiën of elders een aantal maatregelen die concreet, u heeft er een aantal opgenoemd in uw tussenkomst, collega Van Rompuy heeft een aantal pistes aangegeven in zijn tussenkomst. Het is evident op het eerste gezicht, maar waarom doen we het niet, dat je terug een onderscheid moet maken tussen depositobanken en zakenbanken. Pour la petite histoire, c'était un éminent politique de gauche américain, meneer Bill Clinton, qui lui... Il a organisé qu'on puisse les fusionner. Je ne sais pas si vous le saviez, mais enfin, c'était lui. Le cher Bill, William Clinton. Want die man heeft ook een aura van goed bestuur. Budgetair wel, nota bene. Dat heeft hij wel goed gedaan. Maar dat is dan toch wel een van de zaken dat je toch wel moet toegeven dat men zich soms kan vergissen. Europees toezicht op de markten, uiteraard. U heeft het aangehaald. Dat is ook hetgeen ik al weken en maanden aan het zeggen ben. Liquiditeit en solvabiliteit. Ik heb voorstellen gedaan om in onze boekhoudregels, en je kan dat, de mark-to-market te wijzigen. Een van de grote problemen die men vandaag heeft in n'importe welk bedrijf, als je in je actief bepaalde bestanddelen hebt die beursgenoteerd zijn of verhandelbaar zijn, en waar dat de notering gewoon zakt, omdat je mark-to-market dus noteer naar de prijs van de markt letterlijk vertaalt, dan heb je plots te weinig waarborg voor een uitstaande lening van 3 maanden geleden. Terwijl perfect dat aandeel morgen terug weer hoger kan zijn. Trouwens, de mark-to-market, tussen haakjes voor diegenen die de financiële wereld wat volgen, die functioneert wel naar beneden, maar laat ze een keer functioneren naar boven. Dan zijn we een andere discussie bezig met diegenen die de financiering aan u hebben gegeven. Dat is ook een heel concreet voorbeeld dat je kan geven. Tot slot, euro-obligaties. Ik denk dat je daar voor en tegen zal kunnen hebben. Ik kan een Duits politicus begrijpen die zegt, waarom zou ik nu moeten in een systeem van euro-obligaties stappen en 2% of 3 of 4 meer betalen dan nodig voor de financiering van mijn land. Maar tot slot, met de voorzitter collega's, wat vandaag het EFSF doet, is eigenlijk niet veel anders. Hè? Want als je met dat EFSF overheidsobligaties van landen kan opkopen, ja, dan syndiceer je eigenlijk gans het euro-obligatielandschap in Europa. Je doet het natuurlijk fractioneel, maar je syndiceert het en het is nota bene geen solidariteit, dat is verkeerd. Men zegt hier altijd, we moeten solidair zijn met de landen die het minder goed hebben gedaan. Dat zou dan betekenen dat je solidair bent met mismanagement. Ja? Laat ons toegeven, dat is toch nogal een gekke bedenking. Dus helemaal niet solidair zijn. Dat betekent dat je ingrijpt om te zorgen dat de bodem uit het systeem niet valt. Dat je zorgt dat nadien trouwens de financiering die je doet kan terugbetaald worden aan de voorwaarden die je hebt gegeven bij die financiering. En dat heeft met solidariteit niets te maken. Dat heeft alles te maken met het feit dat je het systeem overeind houdt en dat de vergoeding voor de waarborgen die je biedt ook correct nadien kan terugbetaald worden. Wat anders niet het geval zal zijn. Om deze en alle andere redenen die ik heb aangehaald, collega's, voorzitter, zal onze fractie uiteraard het ontwerp dat voor ligt goedkeuren. Maar zal onze fractie ook binnen de kortste keren naar de commissie komen? Ik hoop ook in samenspraak en samenwerking met collega's over de partijgrenzen heen om misschien 3, 4, 5, 6, 7
praktische maatregelen die we wel kunnen doen, zelfs alleen op het niveau van België, en we kunnen misschien een voorbeeld zijn naar andere landen toe. We hebben voorbeelden gegeven, het niet langer meespelen door pensioenfondsen, inshorting, het feit dat je een soort van bredere spreiding van je staatsobligaties doet door het fiscaal voordeel van spaarrekening aan de burger te geven. Het feit dat je hier zou kunnen zeggen, deposito en zakenactiviteiten moeten strikt gescheiden worden. Het zijn maar enkele voorbeelden, maar ik denk als we de voorstellen van de diverse collega's die praktisch haalbaar zijn bij elkaar brengen en daar eens aan werken, dat we op vrij korte termijn een klein pakket aan concrete maatregelen hebben die de pendant zouden moeten zijn van het courieren aan symptoom, met name het aanpakken van de wortel van het probleem. En wat is de wortel van het probleem? Met name het bevechten van niet-economische of economisch destructieve speculatie. Dank u wel. Dank u wel. La parole est à monsieur Morin. Monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues. Les Verts, fédéralistes européens de longue date, soutiendront bien évidemment ces deux projets de loi. Car, comme ça a été dit, l'heure est à une certaine gravité, au plan européen comme au plan belge, si j'ai bien compris. L'Europe est dans une crise systémique. Ceux qui croient encore que nous serions dans une crise structurelle se trompent lourdement. Cette crise systémique a connu son début et son apogée en 2008 avec la faillite déclencheuse de Lehman Brothers, qui a entraîné des conséquences en cascade. Après cette faillite retentissante et ses conséquences, nous avions entendu des propos positifs, volontaristes, en faveur d'une plus grande régulation des marchés et de la finance. 3 ans plus tard, où en sommes-nous? Quasiment nulle part. Où sont les augmentations des fonds propres des banques? Où est la séparation des métiers entre, d'une part, les banques de dépôt et les banques d'affaires? Où en est la taxe sur les transactions financières? Où en est la création nécessaire d'une agence de notation publique et indépendante à l'échelle européenne? Où en est la lutte contre les paradis fiscaux? Où en est l'harmonisation nécessaire de l'assiette et des taux de l'impôt des sociétés? Où la Belgique se distingue par ses intérêts notionnels? Où en est la limitation des bonus indécents que s'octroient les dirigeants des grandes institutions financières? Où en sont les euro-obligations qui permettraient de mutualiser l'appel aux capitaux sur les marchés à des taux beaucoup plus bas que ceux qui sont imposés à certains pays? Où en est la lutte contre les CDS, les Credit Default Swaps? Donc je rappelle que ce sont des polices d'assurance que les investisseurs peuvent contracter pour se mettre à l'abri d'un défaut de paiement. Donc en toute logique, ces polices d'assurance ne devraient être achetées que par ceux qui détiennent des titres sur une dette sur laquelle il peut y avoir quelque inquiétude, par exemple la dette grecque. Que constatons depuis quelques années, ces CDS sont devenus des produits qui font l'objet de spéculations. Donc des gens qui ne détiennent aucun titre de la dette grecque s'échangent et spéculent en bourse, vendent et achètent des CDS, dont les prix grimpent et qui sont devenus donc un produit de spéculation. La logique même voudrait qu'on interdise la vente et l'achat de CDS à des institutions ou à des personnes qui ne détiennent aucun titre en lien avec ces CDS, ou qu'on limite le volume de ces achats et de ces ventes à la proportion de titres détenus par ces mêmes institutions ou personnes. À l'heure actuelle, si je suis bien informé, seule l'Allemagne et l'Autriche sont prêts à s'engager dans cette voie. La Belgique, nous ne connaissons pas encore sa position, donc j'espère avoir, M. Reinders, l'occasion de vous interroger bientôt sur la position de la Belgique en ce qui concerne la limitation des spéculations sur les CDS. Il serait temps que la Belgique se joigne au club des pays qui veulent mettre de l'ordre dans cette forme de spéculation. En fait, que s'est-il passé en 2008? Des pays qui, comme la Belgique, avaient fait un sérieux effort d'assainissement, je rappelle que
En 20 ans, par des méthodes contestables et contestées, mais en 20 ans, l'endettement était passé de plus de 130% du PIB à moins de 100%. Et le trend indiquait que la tendance était toujours à la baisse. Et en 2008, l'État belge a dû s'engager pour sauver nos banques d'une faillite inéluctable et sauver par là l'épargne des citoyens. Donc, les déficits se sont à nouveau accrus et l'endettement s'est remis à gonfler. Et ces mêmes banques que nous avons sauvées avec l'argent du contribuable recommencent leur comportement ancien, ces comportements qui ont mené à la crise, mais non seulement ça, en plus, ils nous font la leçon. Ils mettent en péril les finances publiques, notamment en jouant sur le spread, le différentiel avec les taux d'intérêt imposés à l'Allemagne. Donc ils mettent en péril nos finances publiques, mais ils mettent en péril la cohésion sociale avec toutes les inquiétudes qui tournent autour des projets d'austérité dont les citoyens entendent de plus en plus parler. C'est évidemment intolérable. La Belgique a montré qu'elle était capable de faire des efforts budgétaires. Et ces efforts ont été payants. Les déficits et la dette étaient en voie de résorption très rapide d'ailleurs. Il n'est pas question que nous payions deux fois l'assainissement de nos finances publiques, ça serait un comble. L'Europe a commis une erreur stratégique en croyant qu'une union monétaire et une monnaie commune étaient possibles sans une Europe sociale, économique, fiscale et environnementale. Il était évident que la monnaie commune était impossible à gérer sans une politique commune. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'urgence est de sauver la Grèce. Par esprit de solidarité, bien sûr, par esprit fédéraliste, mais aussi par égoïsme. Et à ceux qui disent que la Grèce se débrouille, qu'elle sort de la zone euro, il faut rappeler que pas mal de nos banques, et c'est le cas en France aussi, sont engagées sur les titres de la dette souveraine grecque, et que s'il se produisait un défaut de paiement de la Grèce, ces banques seraient lourdement impactées avec toutes les conséquences en cascade qui s'en suivraient, et donc à nouveau la spirale de la surréactivité des marchés avec les problèmes que l'on a déjà connus et que nous connaîtrions de façon encore plus grave, jusqu'à amener certains à envisager un échec et une fin de la zone euro à terme. De même qu'une sortie de l'euro de la Grèce, une sortie de la zone euro, préconisée par certains, ne serait pas non plus une solution, puisque même en cas de retour à une drachme lourdement dévaluée, avec tous les impacts sociaux et financiers sur la population grecque, il est évident que les marchés enregistreraient ce signal et feraient de l'Italie, du Portugal, de l'Irlande et de l'Espagne leur prochaine cible, une à une, avec les mêmes effets et les mêmes conséquences. Donc nous sommes devant une obligation égoïste de solidarité. Que nous soyons des fédéralistes convaincus ou que nous soyons des anti-européens convaincus, là où nous sommes engagés, nous n'avons pas le choix. Nous le faisons par solidarité, que d'autres le fassent par égoïsme. Le résultat seul compte. Aujourd'hui, le peuple grec va payer lourdement la facture des erreurs et défauts de ses gouvernements successifs, de gauche comme de droite d'ailleurs, avec une fraude fiscale généralisée, une part approchant la moitié de l'économie qui sort des circuits officiels et de l'économie telle que statistiquement comptabilisée, avec des comptes publics tronqué, mais en attendant, ce n'est pas le gouvernement grec qui va payer la facture, c'est la population grecque, avec son cortège de chômage, de pauvreté et d'austérité. Bon, si ça n'était que les Grecs, certains se diraient qu'ils se débrouillent. Mais on sait que derrière les Grecs, ce sont tous les peuples d'Europe qui sont visés, et le peuple belge aussi. On nous annonce de l'austérité, des attaques contre les pensions, contre l'index,
une compression des allocations sociales et des salaires, une baisse des dépenses sociales et donc des revenus, une baisse des investissements publics, des licenciements, des faillites. Ça, c'est la spirale catastrophique. Ça va entraîner une compression du marché intérieur, une chute des investissements privés, donc des licenciements, et donc de la récession, et nous sommes partis dans un cercle totalement vicieux. Constatons, chers collègues, que les marchés se sont trompés, les marchés se sont plantés, et qu'ils n'ont aucun droit de nous faire la leçon et nous faire subir un chantage permanent. L'acte de solidarité que l'Union européenne va manifester au travers de ce mécanisme de solidarité est un signal que les démocraties envoient aux spéculateurs et aux marchés. Le signal, c'est « nous ne nous laisserons pas faire ». C'est pourquoi Écolo et Groen voteront ces deux projets de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Het woord is thans aan mevrouw Van der Meers. Dank u, meneer de voorzitter. Als ik het goed begrepen heb, na het debat dat de afgelopen uren doorging, is het vast belangrijk dat de enige die geen voorstander is van de huidige maatregelen die een verdere uitbreiding inhouden van het noodfonds en dat we dus hier vandaag met dit wetsontwerp wettelijk vastleggen. Wij zullen ook als Vlaams Belang-fractie dit ontwerp absoluut niet steunen. We zullen tegenstemmen omwille van een heel aantal feiten. Voor eerst, het wetsontwerp dat hier voor ligt vandaag is eigenlijk een tweede bedrijf al in een Griekse tragedie. Griekenland is er wel ten berde gebracht, maar het wordt zo'n beetje opzij geschoven alsof het niet echt enkel alleen om Griekenland gaat. Natuurlijk, het noodfonds kan ook voor andere PIGS-landen gebruikt worden, die het misschien nodig zullen hebben, zoals Italië of Spanje, Portugal, wie weet. Maar vandaag gaat het toch voornamelijk over Griekenland, denk ik. En de cijfers van Griekenland, die liegen er niet om. In 2010 torste Griekenland een schuld van 328,6 miljard euro, of maar liefst 142,8% van het bruto binnenlands product. Een tekort dat opliep tot 10,5%. De Griekse economie is trouwens tot op vandaag nog altijd bijzonder fragiel en wordt bedreigd door werkonderbrekingen, massale stakingen, langdurige stakingen trouwens ook. En de werkloosheid die groeit momenteel nog altijd. Bij jongeren is dat in Griekenland momenteel zelfs 40%. Het gaat absoluut niet goed met Griekenland en ik vraag mij af of de hulp die wij bieden als Europa en die hier in dit noodfonds dat opgetrokken wordt vandaag, of dat wel voldoende zal zijn. Bovendien, Griekenland doet het niet goed. De kroonjuwelen van de Griekse economie, de Griekse Republiek, buiten het archeologisch patrimonium natuurlijk, wordt in de etalage gezet. Momenteel zijn havens te koop, telecom- en postbedrijven, staatsloterij, spoorwegen, net luchthavens, snelwegen, het gasbedrijf enzovoort. Alles is momenteel te koop of wordt geheel of gedeeltelijk verkocht in Griekenland. En Griekenland heeft inderdaad de sanering doorgevoerd, maar dat saneringsluik dat treft iedere Griek en dat is nog heel, heel moeilijk te dragen voor hen. Uitkeringen worden verlaagd, ze worden stopgezet, terwijl andere sociale voordelen zoals vakantiegeld en eindejaarspremies verdwijnen. Lonen zullen opnieuw dalen en de kolossale openbare sector zal moeten inkrimpen in Griekenland. Nu, ik vrees dat deze enorme maatregelen die vandaag de dag genomen worden en uitgevoerd worden in Griekenland, een soort van Grieks crashdieet, dat dat wel eens zeer contraproductief zou werken voor Griekenland. En dan vraag ik me af, waar zijn we mee bezig als we dit ondersteunen? Als we Griekenland, die zichzelf op dit heel strenge dieet gezet heeft, als we die blijven geld toestoppen en blijven schulden dempen met nieuwe leningen door leningen laten dikken. Door die onhaalbare maatregel op te leggen, zichzelf opleggende, heeft Griekenland nu inderdaad 12 miljard, die laatste schijf van het vorige bedrag, ad hoc goedgekeurde Europese herstelfonds van 110 miljard euro gekregen, maar dat volstond dus blijkbaar niet. En nu moet er, denk ik, mijn zinziens veel dringender een fundamentele oplossing voor Griekenland komen, want Griekenland stevend onvermijdelijk af op het bankroet en ik denk dat het toestoppen van nog meer geld niet productief werkt. Het tweede pakket aan noodsteun lijkt onvermijdelijk en iedereen gaat het hier blijkbaar goedkeuren. Maar ik denk dat dat niet correct is. Ik denk niet dat onze belastingbetaler hier in dit land moet blijven opdraaien voor leningen die dan gestort worden in de bodemloze put die Griekenland toch wel is. De gevolgen van de Griekse tragedie voor de euro is niet te overzien. Alle saneringen ten spijt blijft Griekenland in een zeer, zeer zware budgettaire achteruitgang.
En de remedie lijkt volgens mij erger dan de kwaal. De vraag is dan ook nog of het wel allemaal zin heeft om ten koste van alles Griekenland te blijven financieren. De voorbije maanden hebben verstandige mensen in heel Europa opgeroepen tot een begeleid vertrek van Griekenland uit de eurozone. Maar het mocht niet baten. Om het gezicht van de Europese elite te redden die de euro heeft ingevoerd en roekeloze banken zoals de ACV-bank Dexia te redden, is er in 2011 nog maar eens een reddingspakket uitgedokterd van maar liefst 109 miljard euro. Waarvan 3,7 te betalen door de Belgische belastingbetaler. Dus dat wil zeggen meer dan 4 miljard euro met belastinggeld van onze inwoners. De kostprijs is schokkend als je weet dat dit 259 euro per Belg betekent. En als we bovendien rekeningen houden met het feit dat Vlaanderen met Brussel in dit land voor 71% de federale schatkist vult, dan betekent dit dat elk inwoner van Vlaanderen en Brussel maar liefst 271 euro moet betalen, terwijl een Waal 232 euro betaalt. En eigenlijk een doorsnee gezin van 4 Vlamingen betaalt dit jaar voor Griekenland alleen, enkel voor Griekenland, maar liefst 1084 euro, wat toch ontzettend veel is. Daarbij moet eraan herinnerd worden dat een eerder steunpakket in 2010 ook al eens 278 euro per Vlaming en dus 1000 euro per Vlaams gezin kostte, ook om enkel en alleen Griekenland te redden. De euroramp in Griekenland heeft het elk Vlaams gezin van 4 personen dus in 2010 al meer dan 1000 euro gekost en in 2011 nogmaals 1000 euro. Sinds het begin van de crisis is dat dus 2000 euro. En als Griekenland vroeg of laat failliet gaat, dan is dit geld van de Vlaamse belastingbetaler, hier in België trouwens alle belastingbetalers, definitief verloren. Bovendien heeft de Raad ECOFIN op 21 juli 2011 aan de naamloze vennootschap, de EFSF, European Financial Stability Facility, een aantal nieuwe bevoegdheden toegekend, die hier in het wetsontwerp ook worden ingevoerd. Zo kan het EFSF preventief leningen verstrekken aan eurolanden en staatsobligaties opkopen van private partijen zoals banken. En ook leningen aan landen die banken moeten redden behoort nu tot de mogelijkheden als dit ontwerp vandaag goedgekeurd wordt. Nu, ondanks al deze bijkomende maatregelen krijgt het EFSF zelf niet zoveel bijkomende middelen om dit allemaal uit te voeren. Ik vraag me dan ook ongerust af of het EFSF wel voldoende gewapend is om de Europese schuldencrisis op te lossen. De financiële markt houdt nu al rekening met het feit dat Griekenland de EFSF-steun maar voor de helft zal kunnen terugbetalen. En dus vrees ik dat eerst de banken zullen terugbetaald worden en dan pas de overheden, zodat het eigenlijk de belastingbetaler zal zijn in ons land die voor alles zal opdraaien. Een alternatieve oplossing zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan om Griekenland op een ordentelijke manier uit de eurozone te laten stappen. Misschien wel tijdelijk, misschien definitief. Daar kan over gesproken worden. Maar ik denk dat het land zo de kans zou kunnen krijgen om een eigen budgettaire orde te scheppen. En een devaluering van de munt zal voor betere concurrentiepositie van Griekenland zorgen. En dus een duurzaam herstel ondersteunen, waardoor het land op termijn misschien wel de eurozone opnieuw zou kunnen vervoegen. Duitsland werkt trouwens al aan een plan B, de redding van hun banken, van de Duitse banken, en ook de stabilisering van de eurozone na de exit van Griekenland. Maar ook voormalig EU-commissaris Bolkestein pleitte voor een exit, net zoals meerdere vooral Duitse politici. Blijkbaar wordt het standpunt van mijn partij meer en meer geloofwaardig in het buitenland, maar hier in dit halfrond heb ik spijtig genoeg niet gehoord dat er mensen zijn die een andere oplossing willen voor Griekenland dan het terugtoestoppen van geld. Nu, ook de markt is er nog genoeg zeker van dat Griekenland zeer binnenkort failliet zal gaan. Deze week heeft Moody's, en zal dat waarschijnlijk ook nog doen, bij een aantal Franse grootbanken zijn er vandaag de rating verlaagd ten gevolge van blootstelling aan Griekenland. Dus zelfs in Frankrijk voelt men het al aankomen. En een nieuwe bankencrisis is volgens mij dan ook absoluut niet ondenkbaar. Het voorziene tweede pakket Europese hulp kan beter gebruikt worden, denk ik, om financiële instellingen te ondersteunen die door een Griekse schuldherstructuring in moeilijkheden zullen komen. Een herstructurering die ook binnen de eurozone waarschijnlijk niet te vermijden zal zijn. Er is helemaal geen gemakkelijke uitweg, maar één zaak is duidelijk. Het zijn nog steeds de Grieken die soeverein aan hun lot, over hun lot moeten kunnen beslissen en niet de Europese oekase. En we moeten dan ook met een open geest, denk ik, het europroject in vraag durven stellen. En zeker voor wat betreft de PIGS-landen, niet alleen Griekenland, maar ook Spanje, Portugal en Italië. Een Noord-euro en een Zuid-euro moet volgens mij bespreekbaar zijn. Ook het concept van afgeslankte Europese Unie zou op tafel moeten liggen in plaats van een wetsontwerp dat hier vandaag weer al geld toestopt aan Griekenland.
La parole est à Madame Mats. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je confirme que le groupe CDH votera les projets du gouvernement. Je voudrais toutefois partager trois réflexions avec vous. Premièrement, un mot sur le contexte qui éclaire la portée de la décision de renforcer le Fonds européen de stabilité financière qui, pour certains commentateurs avisés, reviendrait à réarranger les chaises longues sur le pont du Titanic, sont prédictions que je ne partage pas. Cela étant, la situation est critique. Nous payons aujourd'hui le prix de 3 décennies de croissance, ailleurs de plus en plus faible, obtenue au prix d'une hausse de plus en plus forte à la fois des inégalités et de l'endettement privé et public. Ceci a été facilité par une politique monétaire laxiste aux États-Unis et par une dérégulation financière irresponsable déclenchée par Reagan, Bush, Clinton aux USA, Thatcher et Blair au Royaume-Uni et à laquelle l'Union européenne et ses États membres n'ont pas résisté. Nous payons donc très cher le prix de 3 décennies de néolibéralisme. Nous nous sommes laissés abuser par des idéologues et influencés par des milieux d'affaires aveugles à toute considération autre que le résultat trimestriel et les bonus et stock options qui y sont liés. Pour paraphraser Shakespeare, comme l'ont écrit les sénateurs américains dans leur rapport magistral sur la crise, la faute ne vient pas des étoiles, mais de nous-mêmes. Du coup, Amérique et Europe sont confrontées à une crise systémique, prises l'une et l'autre dans l'étau du désendettement et de l'imminence d'une récession. L'économie de l'offre ne suffit plus à soutenir la croissance et les instruments de relance de la demande ne répondent plus. Ni la politique budgétaire contrainte par la nécessaire baisse des déficits, ni la politique monétaire parce que les taux d'intérêt sont déjà tellement bas, en tout cas aux USA et au Japon, que d'aucuns parlent de piège à liquidité. Devant l'incertitude, les entreprises et les ménages préféraient accumuler des liquidités et thésauriser plutôt qu'investir, malgré le niveau très bas des taux. Par ailleurs, la demande hors zone atlantique, notamment en provenance d'Asie, reste très élevée, mais avec un euro surévalué, ce qui est bien le paradoxe de l'eurozone. Seules les économies price-makers comme l'Allemagne et les sous-traitants en profitent, ce qui creuse l'écart entre les États moins avantagés par leur spécialisation internationale. Le risque le plus grand que nous pourrions prendre serait de verser dans le protectionnisme commercial ou monétaire pour contenir la poussée du chômage, car l'effet domino et le retour de manivelle qui s'en suivrait seraient économiquement et politiquement dévastateurs. Ce serait à coup sûr la dépression mondiale et la désintégration de l'eurozone et donc le recloisonnement du marché unique. Le propre d'une crise systémique est que les solutions ne peuvent plus être trouvées à l'intérieur du système. Il faut donc reformer le système. J'y reviendrai dans ma conclusion. Deuxièmement, le contexte que je viens d'évoquer jette un jour plus sombre sur la mesure que nous allons entériner par notre vote. D'abord, le décalage chronologique entre la décision de principe du Conseil européen de mars, sa finalisation en juillet par le gouvernement et sa ratification parlementaire aujourd'hui n'est plus exactement la même que celle qui nous était présentée hier. Ce qui était une décision sur une garantie est devenu de fait du risque accru entre-temps du défaut souverain de la Grèce, une décision sur une dépense réelle. Ce sera ma première question, ministre. Le statut de la créance de la FSB rend-il hypothétique le recours à la garantie offerte par les États membres garant ou les défauts d'un État amènerait-il effectivement à son utilisation, au cas en principe non prévu par le traité, mais pour autant pas complètement impensable, selon les juristes de la BCE, d'une sortie de la Grèce de l'euro, quel pourrait être l'impact sur la contribution de la Belgique? Ensuite, c'est une dépense potentiellement considérable, 10% du PIB. Enfin, à l'intérieur du plafond maximum de garantie en principe de 34,5 milliards, joue un effet boule de neige, puisque non seulement d'autres pays défaillants peuvent s'ajouter au cas grec, les candidats ne manquent pas, mais comme du coup ces pays perdraient leur propre capacité de garantie, celle-ci serait reportée sur les autres pays garants de l'eurozone. Ce scénario est particulièrement préoccupant pour la Belgique, hélas revenu à un taux d'endettement de près de 100%. Troisièmement, jamais nous n'avons été aussi proches d'un scénario à la japonaise, d'une décennie d'inflation, alors même que solidement unis nous pourrions y échapper. D'une part, à la différence du Japon, le niveau de la dette de l'eurozone est moindre, 85% du PIB comparé à celle des USA, 95%, et du Japon, 183%. D'autre part, comme au Japon et à la différence des États-Unis, cette dette est intérieure à l'eurozone et elle est largement financée par l'épargne domestique de l'eurozone considérée dans son ensemble. Mais l'eurozone affaiblit sa position par le divorce entre politique monétaire et politique budgétaire qui produit deux singularités.
La première tient à ce que chaque pays emprunte en réalité dans une monnaie, l'euro, qui n'est plus la sienne propre, ce qui n'en contrôle plus le taux de change, à la différence des États-Unis, qui pour leur part usent et abusent de la politique du taux de change. La seconde tient à ce que l'autonomie des politiques budgétaires entretient une fragmentation du marché obligataire européen, qui est une invitation faite à la spéculation d'arbitrer une dette souveraine contre une autre. Du coup, l'exposition de l'eurozone à un risque déflationniste est aggravée. En réalité, nous sommes face à un choix. Soit nous en restons au fond, dont la structure fortement intergouvernementale est une invitation pour les marchés financiers à différencier et à cibler les États membres selon leur vulnérabilité, et par là à défaire le mécanisme de solidarité en suivant le pointillé des défauts souverains possibles, soit nous allons au-delà et nous organisons une mutualisation inexpugnable des risques du défaut souverain en rendant la différenciation entre États impossible. Autrement dit, en poussant plus loin et la solidarité et la discipline qui en est la contrepartie. Le FSF qu'on nous demande de renforcer n'a dès lors de sens que s'il s'inscrit dans un destin plus vaste et plus ambitieux et que celui-ci est mis en œuvre sans attente, c'est-à-dire avant plutôt qu'après la banqueroute de la Grèce, voire son retrait de la zone euro. Il est temps que dans l'eurozone, la politique reprenne la main et gagne cette fois les marchés de vitesse, à défaut de quoi les marchés vont ruiner les États, se détruire eux-mêmes en menant les banques à la faillite sans que les États puissent cette fois les sauver. En guise de conclusion, les choses à faire par priorité, et je sais combien elles ne sont pas difficiles, mais extrêmement difficiles, portent sur la relance, la mutualisation des risques souverains et sa contrepartie, la discipline, l'harmonisation fiscale, la spéculation et la recapitalisation des banques. Il s'agit donc d'abord d'exploiter au maximum les marges de relance encore disponibles dans l'Union européenne. La conversion des dettes nationales en euro-obligations créerait un marché obligataire en Europe très liquide et très sûr et donc moins coûteux pour les États emprunteurs. Il ne faut pas d'ailleurs nécessairement limiter les eurobonds à 60% du PIB puisqu'il s'agit de réduire la charge d'intérêt pour les pays surendettés et de faciliter le retour à la croissance. Mais ceci n'est concevable que sous la stricte condition qu'ils se soumettent effectivement à des plans coercitifs rigoureux de résorption de la dette excédant les 60% du PIB. En contrepartie donc, il faudra rendre plus automatiques les avertissements et les sanctions pour les pays en infraction, notamment en passant au vote à la majorité renversée au Conseil pour rejeter une recommandation de la Commission. En attendant de gager les eurobonds sur des ressources propres communautaires pour l'eurozone, solution logique mais hors de portée dans l'immédiat, il faut s'attaquer de front à la concurrence fiscale qui mine la capacité et la souveraineté budgétaire des États. La concurrence fiscale, ce qui est un comble, s'est trouvée facilitée par la libre circulation des capitaux et par la monnaie unique. Il faut la contrer par l'harmonisation, en recourant éventuellement à des coopérations renforcées pour adopter une assiette commune de l'impôt des sociétés pour l'eurozone. Ceci implique de tordre le bras de l'Irlande et l'Estonie et de prendre des mesures de dissuasion contre la concurrence fiscale des passagers clandestins du reste de l'Union européenne. Comment amener par exemple ces deux États à renoncer à la concurrence fiscale sur l'impôt des sociétés et à bloquer les tentatives d'harmonisation de l'assiette commune de l'impôt des sociétés au sein de l'eurozone? Il faut encore précisément éradiquer les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, une anomalie d'un autre âge, et mettre hors d'état de nuire les places offshore. Le marquage des capitaux, ce serait le véritable bénéfice de la taxe sur les transactions financières, permettrait de repérer les capitaux sous-régulés et sous-taxés. La liberté de mouvement des capitaux doit être assurée au sein de l'Union européenne, mais elle peut être régulée entre l'Union européenne et les pays tiers. Non au protectionnisme commercial, mais si nécessaire, oui à la surveillance des mouvements des capitaux. À titre de mesure conservatoire, limiter la spéculation sur la dette souveraine des pays en restructuration en généralisant l'interdiction des ventes à découvert sur produits nus. Cette décision ne peut plus être nationale, elle doit être européenne. Enfin, je crois comme Mme Lagarde qu'il faut recapitaliser les banques. Elles rapporteront moins aux actionnaires, mais elles coûteront moins aux contribuables. Vaste programme, oui, assurément. Mais nous sommes entrés dans des temps où il faut penser l'impensable. Nul ne sait aujourd'hui si la Grèce restera dans l'eurozone, mais le pire serait que la Grèce décroche sans que, en réponse, l'eurozone ne fasse un vrai bond en avant. Il faut donc anticiper, il faut recréer la confiance des citoyens, la confiance des marchés par du leadership européen. Ce leadership commence avec le passage d'un fonds intergouvernemental
comme le FSF à des euro-obligations gagées par un budget de l'eurozone. Je vous remercie. Merci beaucoup. Het woord is aan mevrouw Kreins. Dank u wel, voorzitter. Collega's, zeggen dat de staat van de eurozone op dit moment onrustwekkend is, is uiteraard een open deur intrappen. En ik denk dat het antwoord van de leiders van de eurozone dat hier vandaag ter stemming voor ligt, dat dat noodzakelijk is. En de Groenen zullen dat dan uiteraard vandaag ook goedkeuren. Maar tegelijkertijd moeten we erop wijzen dat het waarschijnlijk zeker onvoldoende zal blijken. We hebben de voorbije dagen opnieuw heel wat onheilsberichten gehoord. Europa slaagt er maar niet in, collega's, om de markten ervan te overtuigen dat ze een doeltreffend antwoord heeft op deze crisis. Ik denk dat de onheilstijdingen over een toch moeilijk te vermijden faillissement van Griekenland en de aanhoudende problemen tonen dat neoliberale recepten die de Europese Commissie en het IMF bepleiten, dat die niet werken. Door Griekenland in de armoede te dwingen, collega's, met ongeziene besparingsmaatregelen breken we de motor van haar economische groei. En ik denk dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt zowel uiteraard bij degenen die leenden boven wat ze aankonden. Het wanbeheer van de Griekse overheid is uiteraard een belangrijke oorzaak van de crisis. Lakse inningen van belastingen, onverantwoord hoge defensieuitgaven, inefficiënte openbare diensten. Maar er was ook een gebrek aan toezicht. Een gebrek aan toezicht van andere lidstaten die het allemaal veel te ver hebben laten komen. Men had de schuldgraad van de privésector beter in de gaten moeten houden. De vraag die ons dan rest is wat er nog allemaal nodig is. Ik denk om te beginnen dat we moeten zorgen dat zowel de afnemers als de verstrekkers van kredieten zullen moeten bijdragen aan een oplossing uit die crisis. De banken niet mee laten betalen op dit moment zou onrechtvaardig zijn. Wij staan voor burden sharing, het delen van de last. En dat is noodzakelijk omdat de huidige toestand het resultaat is van uiteindelijk een collectief wanbeheer. Tegelijkertijd is er natuurlijk een verantwoordelijkheid voor politici in heel Europa. Ik denk dat de Europese Unie snel werk moet maken van een veel sterkere integratie van het economisch beleid, op zijn minst binnen de eurozone. En regeringsleiders in heel Europa hebben op dit moment twee opties. We kunnen stappen terugzetten of we moeten vooruitspringen. Wij kiezen uiteraard voor het laatste. We kunnen nu kiezen tussen het omkeren van de economische en dus ook de politieke integratie in de EU, of, en daar moeten we voor gaan, of we moeten de tekortkomingen verhelpen door bijkomende integratie van het economisch beleid, waaronder een EU-economische regering die stevige fiscale en macro-economische maatregelen kan nemen. Collega's, Groenen staan voor solidariteit, zowel binnen een land, maar ook tussen EU-lidstaten. Maar die solidariteit moet uiteraard hand in hand gaan met verantwoordelijkheidszin, zowel bij burgers als bij staten. En voor de Groenen is de huidige crisis dan ook een make-or-break moment. Een make-or-break moment voor de toekomst van het Europese integratieproject. We moeten die crisis oplossen door zowel onze overheidsfinanciën als onze private financiën terug een gezonde onderbouw te geven. Zowel door te investeren in een Green New Deal die van Europa de pionier maakt in het uitbouwen van een duurzame samenleving van de 21ste eeuw. We moeten daarom dan ook, collega's, nu het klimaatperspectief centraal zetten. We moeten dat centraal zetten bij de uitbouw van een duurzame economie. Want als we daar niet in slagen, dan dreigt Europa niet langer in staat te zijn om zowel te zorgen voor de levenskwaliteit als de sociale rechtvaardigheid of gerechtigheid voor zijn burgers. En dan maken we onszelf irrelevant op het wereldtoneel. Collega's, tot slot nog een korte laatste bedenking. Ik denk dat al sinds de federale verkiezingen van 2007, niet de laatste, maar die van 2007, of misschien eigenlijk al sinds
heel wat tijd daarvoor, zijn al onze burgers in dit land aan het wachten op een oplossing voor de communautaire problemen. De communautaire problemen op zich, maar vooral men wacht op een oplossing daarvoor, omdat we dan eindelijk eens, collega's, de economische en de sociale problemen en uitdagingen zouden kunnen aanpakken. Groen en Ecolo hebben zich bij die onderhandelingen steeds zeer constructief opgesteld. Maar ik denk dat de onrust op de financiële markten en de eurocrisis, dat die ons er elke dag aan herinneren dat de speeltijd nu echt wel voorbij is. Onze gezinnen en onze bedrijven hebben een stevige regering nodig en hebben een begroting nodig. En al wie deze signalen negeert, of al wie alle problemen wil afschuiven op een andere taalgroep, die speelt met het welzijn van ons land. Ik wil als laatste bedenking dan ook alleen nog maar zeggen, collega's, dat ik de onderhandelaars zeer veel succes toewens vandaag. En ik denk dat het vandaag wel eens echt het moment van de laatste kans is om er eindelijk uit te geraken. Dank u wel. Si personne ne demande la parole, als niemand meer het woord vraagt, dan besluiten we hier. Dan geef ik graag het woord aan de minister voor een reactie. Alleen om te zeggen, meneer de voorzitter, nog eenmaal wil ik de leden danken voor zo'n steun. Eerst en vooral voor de belangrijkste ontwerp, denk ik, dus in verband met de Europese faciliteit. Ik begrijp de verschillende vragen voor wat een mogelijk nieuwe inspanning op Europese vlak. Ik heb ook dat gezegd op de tribune. Het is nuttig om naar een betere begrotingsintegratie te gaan en misschien naar andere instrumenten zoals de eurobonds. Maar nu, dus vandaag wil ik zeggen, het belangrijkste punt voor ons, het is om naar een correcte uitvoering te gaan van de beslissing van maart en juli. En donc je pense que si l'on peut être dans les premiers états à mettre en œuvre les décisions qui ont été prises au niveau européen, nous pourrons aussi être dans les premiers à exiger d'aller plus loin, de franchir de nouvelles étapes. Mais soyons réalistes, aujourd'hui en tout cas, l'essentiel est de montrer que nous sommes capables d'exécuter les décisions européennes et j'en remercie encore toutes celles et tous ceux qui vont approuver ce projet. Geachte collega's, dan gaan we nu over tot de stemming over het wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG. Van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2090 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en van richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft, het stuk 1218. Gelieve uw stem nu uit te brengen. Gelieve na te kijken of u uw stem hebt uitgebracht zoals u wenste. Veuillez vérifier votre vote. Nous clôturons le vote. Le Sénat a adopté avec une majorité de 44 pour, 4 contre et 10 abstentions le projet sans modification. Il sera transmis à la Chambre des représentants en vue de la sanction royale. Nous votons maintenant sur le projet de loi modifiant la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'État belge dans la société anonyme European Financial Stability Facility et à l'octroi de la garantie de l'État aux instruments financiers émis par cette société. Veuillez mettre votre vote. Veuillez vérifier votre vote. Lieve na te kijken of u gestemd hebt zoals u wil. Dan sluiten we hier de stemming af. De Senaat heeft het wetsontwerp met een meerderheid van 55 voor, 4 tegen, ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de koning. En dan geef ik u graag rendezvous normaliter bij de opening van het nieuwe zittingsjaar, tenzij anders tussenin zou beslist worden. Bedankt voor gekomen te zijn.